Eens even kijken. Zet deze eens even zo. Ik zal wel veel te groot in beeld zijn, maar dat is dan maar even zo. Een speciale aflevering van Leven zonder stress, terwijl ik niet helemaal fit ben. Beetje, nou, ik hoop dat het buikgriep is. Misschien is het wel corona, je weet het maar niet. Het is exact 8:00. We gaan een clubhouse room starten met Paul Smit en PK. Maar dan moet Paul Smit wel als eerste komen. Ja. Oh ja, Folk. Folk is binnen. Folk, ik laat je nog even op de tribune zitten. Want het wachten is natuurlijk op Paul Smit. Die zoals gewoonlijk altijd net te laat is. Beetje fashionable. Ja, zo is dat ook in het bedrijfsleven. Hè. Degene die als eerste komt bij een lunch of bij een vergadering. Die staat meteen met 2-0 achter. Dus even kijken, of moet ik ergens nog op duwen? Nee, ik zal Paul even een appje sturen. Hey, Paul, ik ook. Waar ben je? Gek, hè? Even kijken, kunnen we hier iets doen? Moet ik hierop klikken? Het is allemaal nog een beetje in de... Ja, ik wil het niet kinderfase noemen, maar het is wel allemaal nog een beetje in de ontwikkelingsfase. Want Paul zit blijkbaar ook op Clubhouse nu. En ik ook, maar ik zit met Folk in de groep. Even kijken, hoe, als ik hier eens op plus druk. Paul. Ik ga eens even kijken. Misschien moet ik Paul dan nog wel even pingen. Ja. Nou, hup. Ping. Pingen. Maarten van Ham. Ben je er? Volgens mij drukten we allebei tegelijk op Create Room. Er waren opeens twee rooms. Oh, krijgen we dat weer? En die room van jou, waar is die nu dan? Ja, die is nu weer weg. Nee, ik vind jou eigenlijk helemaal... Ik ben nu in deze. Ik vind jou helemaal niet zo heel fris klinken. Jij klinkt best wel een beetje muf. Jij ook. Ja, apart, hè? Niet persoonlijk, maar ja. Kun je eens wat dichter bij de microfoon zitten, Paul? Ja, ik zit bovenop mijn telefoon. Met naast me nog een microfoon. Nu zal ik het even uitleggen. De bedoeling is dat je via de microfoon praat op je roadcaster. Die krijgen we dan ook gewoon te horen hier. Hè? Gewoon in de microfoon praten. Ik heb... Ja, maar... Niet in de telefoon. Ja, in de telefoon praten. Nee, dat klinkt voor geen meter. Je hebt toch je telefoon aangesloten op de roadcaster? Dat werkt twee kanten op. Je kan gewoon via de microfoon praten. Ja, maar dan zendt hij niet uit over mijn telefoon. Jawel, dat doet hij. Hij stuurt hem terug. Nee. Hij stuurt hem terug. Ja, maar als ik nu zo praat, hoor je mij toch niet, of wel? Jawel, dan hoor ik je wel. Hoort mij gewoon zo. Ik hoor jij gewoon via de microfoon. Echt? Ja, dat is Bluetooth, tweewegverbinding. Dat klinkt al beter dan het net klonk. Dus nu ligt mijn telefoon ver weg en jij hoort mij gewoon. Ik hoor jou gewoon perfect, ja. Jongen, dit is echt, er gaat een wereld voor me open. Wat een techniek, hè? Wat een techniek. Nou, het begint wel professioneel. Hè? Ja, we zitten in een clubhouse-opname met aardig wat mensen, zie ik. Maar ik heb vanmiddag al tegen Minke gezegd, nu doet het er ineens toe. En dan weet ik niet of het gaat komen. Je weet hoe dat is met die podcast-opnames. Normaal zitten we tegenover elkaar. En ik zou het ook echt een belediging vinden als nu al mensen weg zouden gaan. Mensen denken echt dat er nu iets geweldigs gaat gebeuren. Maar ja, als je de podcast praat over bewustzijn, filosofie met mayonaise een beetje kent, dan weet je dat het vooral gewoon geklets op en neer is tussen twee mannen van boven de 40 lichtkalend. Ja, mannen die over datum zijn. Mannen die zich erbij neer hebben gelegd. Absoluut, dat dit het was. Hoe is je week voor de rest geweest, Paul? Rustig, ja. Ben je ik doe wel wat klusjes en ik ben wel lekker bezig. Jullie kennen me, hè. Ik kan niet stilzitten, maar ik heb 0 optredens in maart. Ook niks online? Nee. Irritant. Dat is nooit gebeurd in 14 jaar. Ja, goed. Het is wat het is. Het zal even duren nog. Nu heb ik laatst jouw vriend Guido Weijers geïnterviewd. En die bekende dat die hele coronacrisis hem al €750.000 gekost heeft. Ja, dat heeft mij wel, denk ik, 4 ton gekost of zo. 4 ton? Dus als ik dan normaal zou kijken wat ik... Ja, wel 4 ton. Bah.
Maar dan hebben we het wel. Hebben we het dan over ex-BTW of inclusief? Nee, dat is, daar moet de belasting nog vanaf. Dus daar hou je er maar 2 aan over. Oh, het is maar 2 ton. Nou, nee, maar ik heb nog nooit gehad dat er niks meer binnenkwam. Ik teer in nu. Dus, ja, dat snap ik. Nieuw. Ah, ja, ja. Ook weer nieuw. Ik voel me een beetje Patrick Kikker nu. Moet ook zuinig gaan leven. Nou, zo zuinig ben ik niet aan het leven. Want zoals je weet is de Action weer open. En ik vind dat klik en collect, dat vind ik geweldig. Ik zit echt tot 1 uur 's nachts zit ik al die plaatjes door te kijken op die Action website. En dan denk ik, oh, dat is ook handig. En dat is handig. En dan zet ik dat in mijn mandje. En nu blijk ik niet de enige te zijn. Ik las ergens dat heel veel jongeren dat tegenwoordig ook doen. Die gaan uit verveling maar gewoon een beetje online shoppen. Dan gooien ze hun karretje vol met allemaal dure dingen. En dan klikken ze de site weg. Dan hebben ze een leuke avond gehad. Snap je wat ik bedoel? Dan bestellen ze het niet. Maar het is net zo nutteloos als Netflix kijken. Dat is ook weer weg daarna. Ja, precies. Daar heb je op zich ook geen last van. Maar ja, ik maak dan toch de fout vaak om het toch maar te bestellen. Dan denk ik, ik heb er nou 1,5 uur in geïnvesteerd. Nu bestel ik het ook maar. Dus ik heb me toch weer, wat heb ik toch weer allemaal gekocht, jongen. Een extra airfryer voor op de zolder. Ik denk, dan kunnen we leuk op zolder ook snacks maken. Dat stinkt, man. Ik krijg van Bart Lucas, die zegt dat je een beetje kraakt. Alsof je te dicht op de microfoon zit. Ja, dan moet Bas Lucas het zelf weten. Hier klinkt het, Bart, je moet het zelf weten. Hier klinkt het goed. Dan gaat hij maar weg. Ja, maar goed. Ja, nee, het is een podcastopname. Dus ik bedoel, wij klinken nu allebei. Wij klinken redelijk. Ja, jij klinkt een beetje nog steeds alsof de herfst. Maar we hebben van jou ook nog een opname straks, hè? Ja, en ik neem deze ook nog op. Misschien valt er nog iets aan te mixen. Ja, precies. Kunnen we ook de beste of eruit nemen. Maar laten we beginnen met... zie je, hier zegt iemand, klinkt prima, man. Kijk, dat is Dennis. Zie je, Dennis? Bas Lucas is altijd al zo'n perfectionist geweest. Dat is met ADHD en ik krijg je dat. Daar heb jij geen last van. Nee, gelukkig niet. Hey, maar vertel eens even, Clubhouse, je eerste ervaringen. Je zit er nou een paar weken op, hoe vind je dit? Nou, ik was met Esther ten Hove, die ken jij. Ja, die ken ik, ja. Die heb ik ooit geïnterviewd over haar alcoholverslaving. Juist, en zij woont natuurlijk ook in jouw buurt. Ja, in Arnhem. Zij vroeg, wil jij een Clubhouse doen met mij over verslaving en het brein? Mm-hmm. En ik kende het helemaal niet. Ik had wel eens bekeken, omdat het van Ismael moest. Maar ik dacht, ja, het zal wel. Maar ik moet zeggen, ik vond het buitengewoon leuk. En ik vind het wel... Vind je er leuk aan? Wat ik wel van andere mensen hoor, dat het meeste is gewoon dom gelul. Natuurlijk niet wat wij doen. Dit is allemaal toch vloeibaar en inhoudelijk. Maar dat weten mensen. Maar... Ja, ik vond het wel tof. Ja. Maar dan kun je ook... Meestal haantje de voorste met dit. Ja, maar ik hou nooit zo van die hypes. Weet je, als iedereen zegt, oh, dit is geweldig. Dan denk ik, nou, dat zullen we nog wel eens zien. En ik moet je zeggen, ik heb er de eerste dag, dacht ik, oeh, dit is verslavend zeg. Je kan overal stiekem meeluisteren. Je kan overal je hand opsteken, je zegje doen. Behalve hier dan, de eerste half uur. Maar... wat me wel opvalt, is het zit een hoop poeha tussen. Hè. Ik bedoel, dan heb je de Elko de Boers van deze wereld en de Ali B's, die dan weer een roem starten. Ik ga jou wel even vertellen hoe jij ook miljonair kan worden. Ja, tuurlijk trekt dat weer. Dit is natuurlijk de seksuele selectie. En ja, dat snap ik dat je dat ook hiervoor gebruikt om je eigen ego nog verder op te pompen. Met, oh, ik heb door 1 miljoen variabelen per ongeluk succes gehad. Die krijg jij het ook. Ja. Ja, dat hou je toch met ieder platform. Nee, dat is waar, maar... Maar dat stiekem meeluisteren, daar voel ik niks bij. En jij had natuurlijk wel toen al, als jouw buren gingen checken, dat je met een bekertje tegen de muur aan ging luisteren, toch? Dat doe ik nog steeds, maar je wordt weinig gesext. ik heb soms nog wel eens dat er een kind moet janken. Dan denk ik, hé, ze liggen te neuken, maar het is gewoon een kind wat een jank is. Ja, dan voel je je echt sneus. Je dan met een bekertje tegen de muur aan staat. En je hoort gewoon... Ja, erg hè. Het is me toch een partij gênant. Weet je wat? Wat ook gênant is, even over mijn action perikelen. Ik heb dus nu al in mijn agenda gezet dat ik dus... waarschijnlijk slaap ik dan nog niet. Maar woensdagnacht om 12 uur heb ik een alarm gezet in mijn telefoon. Want dan kan je namelijk reserveren om 10 minuten te gaan winkelen bij de Action op zaterdag. Oh nee, dat is toch
Nee, doe daar niet aan mee. Jawel, dat is leuk. Dan mogen er 2 mensen per afdeling, hè? Van ja, meneer Rutte. Ja, dat is toch geweldig. Dan mag je gewoon de 10 minuten. Dat is toch eigenlijk gewoon dat is de natte droom voor iedere actionfan. Alleen in de action, of in ieder geval met 1 iemand extra. Max, moet je ook zeggen, je moet een rode topneus op, een badneus en een bril-snor-combinatie. En flapschoenen. En gewoon, en een stapsprong binnenkomen. Ik bedoel, gooi het dan over de top. Dit is weer, maar goed, maar leuk joh. Nee, jij vindt dat helemaal niet leuk. Jij vindt mij dom dat ik nou alweer 500 euro deze maand heb uitgegeven aan action spulletjes. Je bent maar geen alcohol verslaafd en cocaïne verslaafd. Je mag toch wel 1 verslaving hebben. Ja. Wees niet streng voor jezelf. Dat is het. Ik ben koopverslaafd. Ja, dat is overduidelijk. Ja, en af en toe krijg ik iets wat van je. Dus het werkt ook in mijn voordeel. Nou, sterker nog, de boekhoudster was hier net. En die ging mij meehelpen met de bonnetjes en zo. En die heeft zich echt kapot gelachen, joh. Want als je ook nu de setting zou zien hier. Tafel ligt vol met allemaal facturen, bonnen. Weet ik wat allemaal, boekjes. Maar... En toen ben ik daarna met haar naar het prijzenkabinet gelopen. Hè? Dus zeg maar de spullen die ik gekocht heb de afgelopen maand. Ik zeg, nou kies maar iets. Wat zou je willen? Dus die is naar huis gegaan met een bubbelbadmat voor in de bad. Ja, dat is te gek. Ja, zo kan je ook mensen betalen. Zo ging dat vroeger in de middeleeuwen toch ook. Werd ook met bubbelbadmatten betaald. Ja. Maar vertel eens, zit je vriendin nu op schoot bij jou? Of hoe zit jij daar? Nee, die zit beneden. Heeft met een aantal intervisie. Zij is nu ook therapeut. Nee, met allemaal andere van die mensen. Die ook kunnen luisteren naar anderen. Oké. Okay. Wij minder talenten hebben. Maar die hebben intervisie met elkaar. Dus die zit lekker beneden. Oké. Okay. En ook nog in het andere huis. Dus het is echt lekker rustig. Het andere huis, ja. Echt, dat is echt proletarisch. Hè? Dat je gewoon 2 huizen naast elkaar hebt en die muur gewoon eruit hebt gesloopt. Dat je gewoon tegen je vriendin kan zeggen, ga maar naar je eigen huis. Ja, ga maar even weg. Ja, maar het is wel fijn. Want ik bedoel, zo leuk zijn relaties niet. En niet dat je toch, ja, een beetje een uitweg. Kom op. Ja, nee. Kijk, je bent toch in no time op elkaar uitgekeken. Dat weet jij toch ook. Dus je kijkt 3 maanden en dan denk je, ja, top. Het wordt anders, hè. Ja, nee, dat is zo. Maar ik voerde van die boekhouder nog iets leuks. Zij beweerde dus dat de volle maan ook invloed heeft op hoe je tegen elkaar doet. Weet je, ik had het erover, ja, weet je, soms doen wij botter tegen elkaar dan op andere dagen. Ik zeg, heeft dat dan misschien met de ijsprong te maken? Zegt ze, ja, de ijsprong, maar ook of het volle maan is. Daar gaan mensen ook botter doen tegen elkaar. Mijn vraag vanuit Vinkeveen naar Gouda hier dan is, heb jij die ervaring ook over? Nou, ik heb er wel eens wat over gelezen, ja. En volgens mij heeft dat effect op hoe mensen doen. Volgens mij is er zelfs een correlatie tussen de hoeveelheid criminaliteit en de volle maan. Oké. Maar dat artikel moet ik weer opzoeken. Dus dat heeft wel effect op het gedrag van mensen, ja. Krijg je trouwens ook een bericht? Nee, het is geen... Dat het geluid kut is. Dat zegt iemand dat het geluid kut is. Nou ja, dat zei die ene Bart. Bart Lucassen, we zullen hem nog een keer erbij halen. Die plaagt dus de hele tijd al. Ja, nee, maar hier ook één Nicole. Wij kunnen er dus niks aan... Oh, Nicole ook? Ja, die zegt, je bent heel slecht te verstaan. Maar ja, dat komt... We nemen dit op via de roadcaster. Ik bedoel, dit is uiteindelijk een podcast op. Maar het is ook maar een experiment, hè? Ik bedoel, we kunnen dadelijk over een kwartiertje proberen iemand erbij te halen en kijken hoe diegene dan klinkt. Of die dan... misschien, want die praten dan niet via een mengpaneeltje, hè? Maar misschien is het te hard. Misschien moeten we dat gewoon eens even proberen. En ook als iemand iets zegt, laten we wel, wat we natuurlijk normaal ook altijd doen, wel beginnen met een compliment. Nee, dat kunnen we doen. Maar weet je wat het probleem een beetje is? Ja? Krijg je ze dan ook weer weg? Oh. Nee, ik weet niet hoe dit werkt. Maar volgens mij kan iemand zijn hand opsteken. Ja. Kun jij iemand toelaten als ze... En dan, als je het zat bent, druk je die sound toch gewoon weg? Ja, dat laatste heb ik dus nog nooit gedaan. Zitten we daar de hele tijd opgescheept met Dennis van Vlaardingen? Ja, sowieso niet Dennis van Vlaardingen als eerste, want die neemt de hele uitzending over. Sorry Dennis, maar ik heb al eens eerder met jou in een clubhouse gezeten. Je bent heel enthousiast, je bent een lieve jongen, maar godsnaam niet nu aan het begin van de podcast, want ik hang gewoon op hoor. Oh, Ismael begint zich nu mee te boeien. Die vindt dat we iemand uit het publiek erbij moeten halen. Dat is dus dat mensen mij gaan appen, terwijl ik gewoon
super inhoudelijk gesprek had. Ja, nee, het is onze podcast. Oh nee, is maar geen tip. De moderator kan dit doen, zegt hij. Ja, nee, dat weten wij ook. Dat snap ik ook. Alleen ik weet niet hoe het werkt. Ik heb dit nog nooit gedaan. Nee, ik weet wel hoe je iemand erbij krijgt. Maar ik wil eerst zeker weten dat diegene daarna ook weer weg kan. Weggeduwd kan worden. Volgens mij is dat gewoon... Ja, je kan toch gewoon iemand wegklikken weer? Ja, wacht, ik ga ze op die puntjes duwen. Kijk, end room. Zal ik dat eens doen? Nee. Weet je wat het ook is? Mijn eerste ervaring met Clubhouse was meteen... Je kent die verhalen van meisjes die voor de eerste keer seks hebben en zich daarna verkracht voelen. Hè? Dat had ik met Clubhouse. Ik deed de eerste keer een Clubhouse room en dan komt blijkbaar iemand ook meteen uit het publiek, komt dan automatisch bij jou op het podium. En dat was een of andere bedweterige gelukscoach die meteen heel cynisch begon te doen. Ik denk, jezus, heb ik daarvoor mijn tv uitgezet? Dus, nee. Jij houdt helemaal niet van cynisme. Die was er trouwens. Oh, Eddie Keur zegt ook dat het geluid kut is. Ja, Eddie, interesseert mij dat. Dan luister je de podcast maar. Geluid kut. Ja. Ik hoor daar volgende keer wel wat in te vinden. Clubhouse niks, man. Nou ja, misschien is het... Wat een amateuristisch gebied. Nou ja, ik heb dit wel eerder gedaan. En toen... Kun je eens iets proberen? Misschien kun je het volume van je geluid eens iets zachter zetten. Misschien wordt het dan wel beter. Nee, volgens mij klink ik gewoon goed. Oh, dan klink ik weer kut. Wat? Jij hebt altijd die goedkope Bart Smit microfoon. Ja, maar dat ik zit hier gewoon een antenne uit. Ismael, ik klink goed toch of niet? App even. Ik zit met een Divine. Oh. Ik zit met een Divine M-Mic XLR. Oké. Okay. Ja, en dan mensen hebben altijd wat een zeurgeluid. Wees blij, het is gratis. Hè? We offeren onze hele avond ervoor. Ik heb sowieso tot 9:30 en daarna geen minuut langer, want ik wil mijn documentaire kijken vanavond. Hè? Jij is nou zegt dat ik goed klink en jij kut. Maar ja, goed, laten we wel zeggen, in Echi heb jij echt een veel mooiere stem ten opzichte van mij. Ik vind het apart. Dus, ja. Misschien kan ik eens iets proberen. Wacht, als ik misschien hier... Want hoe heb jij je telefoon aangesloten? Heb jij je telefoon aangesloten via Bluetooth? Nee, ik niet. Bluetooth. Ja, nou, dat blauwe knopje. Weet je wat ik dadelijk eens ga proberen? Want dat kan natuurlijk ook. Ja. Ik kan mijn telefoon ook aansluiten gewoon via een kabeltje in plaats van Bluetooth. Want dan heb je ook terugkoppeling. Misschien klinkt dat wel beter. Dus ik ga even... Lul jij even met de mensen? Ik ga even schaar pakken. Dan maak ik even een kabeltje open. Ik ben zo terug. Moet ik iemand erbij roepen voor je? Ja, laat iemand even praten. Nou, hulp hier. Ga ik even schaar pakken. Ja, we hebben iemand. Ja, schaap met mening hier. Gelukkig. Ro klinkt beter. En even schaar pakken. Ik ga verder praten. Dit klinkt veel beter, Ro. Het ligt echt aan Patrick. Ja, het ligt gewoon aan Patrick, natuurlijk. Dit weer met goedkope microfoontjes van hem. Oh, dit is een verademing voor mijn trommelvliegen. Echt. Ja, Patrick is overstemd, hè? Ja. Paul, wordt er gewerkt. Ja, Ro. Ik had vandaag... Dan was ik even aan het wandelen en gieren en lachen brullen omdat ik echt zo'n afstand had. En ik ineens zei ik allerlei dingen tegen mensen en ik had het echt idee, komt dat uit mij? Echt, ik zweer je. Dat doorzien van het ego begint toch echt langzaam te komen, hoor. Mooi. Ja, dat is wel fijn, ja. Behalve als je dan mensen die daar niet op zitten te wachten mee lachen, Paul. Nee, maar ja. Ja, maar goed, dat is nog steeds, dat is ook het ego, hè? Die wil natuurlijk lekker overtuigen van. En wat ik nu heb gevonden, is heel leuk. Ja. Nou ja, dat ik in het boek ook wel eens geschreven. Ik was toen ik het net ontdekt had, daarmee pas ik daar zo te lezen, niet ik dat. Ik vond het echt. Het waren mijn bijbel. En op een verjaardagsfeestje vond ik echt mensen vragen stellen met, maar kies jij nu die cola? Ja. En dan kan je zeggen, daar word je niet zo populair van. Nee. Nou, ik zal het nou vandaag nog te denken over die, zeg maar, die emoties. Wordt dat nou ook een beetje in het brein waargenomen? Nou, kijk, waar je op een gegeven moment achterkomt, is dat
feitelijk ben je het bewustzijn wat simpelweg alle schade slaat. Ja, ja. Dus het ziet gedachten, gevoelens, het hoort slechts de stem van Patrick Kikker. En dat bewustzijn, dat wordt over het hoofd gezien dat dat er altijd is. Als je echt werkkaart op je bank neervalt, wordt dat moeiteloos waargenomen. Ja, dat is wel mooi. En de verschuiving dus van de identificatie met ik ben die gedachte, test! Ik ben dat gevoel. Die test! Is dit beter? Ja, nee, ik moet even weten, is dit beter? Is veel beter. Nee, even serieus. Ik heb hier een kabeltje aangesloten nu. Echt? Beter wennen. Maar vervormt hij? Keihard nu. Ja, godverdomme, hoe hard moet hij dan? Nee, je bent te hard. En nu dan? Hoe is dit? Wacht. Ja, luid en duidelijk. Oké, maar is het te hard of te zacht? Nou, iets nee, te hard. Iets is goed. Iets ja. hard, hè? Laat die man nou eens uitpraten, Paul. Is mijn nieuwe vriend Ro. Is het goed of moet hij zachter? Het is iets zachter, iets zachter. Ja, oké, maar moet hij nog zachter? Ja, nog iets zachter. Hoe is het nu dan? Luid en duidelijk. Maar niet, vervorm niet meer? Beter dan net? Nee, beter dan net. Nou ja, dat hebben we toch een beetje kunnen oplossen met een kabeltje. Maar vertel verder, we hadden het over het neurobrein en vagina's. Waar hadden we het over? Ja, nee, het ging over de identificatie met... Dat je identificeert met je microfoon op je gedachten. En als dat naar achter schuift, dat het leven een stuk relaxer wordt. Dat was de conclusie. Ja, ja, ja. Nou, ik had vandaag twee keer zo'n moment dat ik dacht van, komt dit echt uit mijn mond? En dat is natuurlijk wel even nieuw. Ro, ik ga even proberen of ik jou eraf kan gooien. Hè? Gewoon eens even om te proberen. Hè? Ja, dat is goed, joh. Hup, en dat was Ro. Onrustig zo, hè, Paul, vind je niet? Ja. Nee, maar ik denk dat we jou ook nog beter kunnen krijgen. Zou jij... dag Patrick. Wel. Ik zit nu echt met... Ik heb zo'n roadcaster gekocht omdat jij dat zei. Ik heb een Sennheiser-microfoon. Ja, maar Paul, geloof me nou, het gaat ons helpen. Want anders denken we achteraf ook weer dat gaan we niet eens online zitten. Het klinkt nergens naar. Zou jij eens één ding willen proberen? Nou... Nee, je hebt er geen zin in. Ik hoor het aan je stem. Nee, ja, ik heb geen kabeltjes hier. Je hoeft geen kabeltje. De vraag is of jij nu je telefoon gewoon even weer zeg maar via Bluetooth wil ontkoppelen. Dus gewoon even op de Bluetooth-knop duwen van je roadcaster. Dat de Bluetooth uitgaat en dan gewoon eens via je telefoon praat. Ik wil eens horen hoe het dan gewoon klinkt. Want ik neem toch op hier. We zijn nu... Snap je wat ik bedoel? Even kijken. Dus zet Bluetooth dus uit. Gewoon op je... Op je... Ja, gewoon een pair. Gewoon Bluetooth uit. Oh, ja. Ja. Nu hoor ik jou weer. Ja. Jij klinkt nu echt beter, Paul. Ja, gewoon op. Dan hoef ik ook. Maar wil je hem dan wel gewoon tegen je... De hele tijd. Wil je hem op speakerphone zetten? Dan klinkt hij het beste. Ja. Ja. Zo ben ik wel te verstaan, toch? Ja, dit zijn die kut oortjes weer, hè? Nee, ik heb geen oortjes. Ik praat gewoon in dit ding. Jezus, het is minuut 21 en het geluid is nog niet goed. Nee, nu is het goed. Wat moeten die mensen van ons denken? Nee, nu is het beter. Nu is het echt beter. Bart zegt dat het echt goed is nu. Bart, dat is fijn. Bart is een held. Maar even terug naar onze levens, want daar gaat het toch om. Ik heb camera's geïnstalleerd hier in het huis. En, hoezo? Hoezo? Nou, die kosten maar 19,95 bij de Action, dus... Ik kan nu gewoon steeds, als ik ergens anders ben, kan ik mijn eigen huiskamer zien. En ik moet je zeggen, dat is echt een heel fijn gevoel. Oh, maar als je dan bij Minken bent, dan ga je op de televisie kijken naar je eigen huiskamer. Ja, niet op de televisie, maar wel op de telefoon, ja. Ja, ja. Nou, leuk hè? Je bent toch niet ingebroken in Vinkenveen? Nou, dat weet je niet. Sinds de nieuwe WOZ-waardes bekend zijn, is jouw huis ook zo in prijs gestegen, of niet? Zo. Ik kocht dat huis voor 2,72 en dat was nu ook de WOZ-waarde. Dus daar heb ik echt winst op. Oké. Okay. Ja, man. En hoeveel kamelen is je vriendin waard? Kamelen? Heb je dat uitgezocht in zijn website voor, hè? En dan kun je je vriendin laten schatten op hoeveel het waard is. Ja, klopt. Ja. Dat is de goede grap van Theo Maas, die zei, ja, nee, maar
Je moet je vriendin zien als... Je moet investeren in de relatie. Zei, ja, maar investering ziet wat meer waard hoor. Wel lullig. Nee, nee. Ja. Ja. Oh, hey, kies jij eens iemand. Heb ik toch ruzie? Wat zei je? Kies jij eens iemand die je erbij wil hebben. Oh, ja, hoe werkt dit? Wie steekt er zijn hand op? Dan kan ik dat zien? Ja, je kan dat zien bij die... Je ziet daar ergens onderin, zie je die handjes. Of zie ik dat alleen? Oh, wacht even. Tamara. Nee, ik zie dat helemaal. Is misschien niet leuk, is een keer een vrouw. Ja. Hoi Tamara. Hallo. Moet je lachen? Ja, wat maken jullie er een mayonaise freakshow van? Ja, maar dat bende, hè. Maar hoe klinkt het nu? Dat is even belangrijk voor de toekomst. Ja, het klinkt echt veel beter. Het was echt waardeloos. Nou, kijk. Nou hebben we toch na 20 minuten opgelost. Ja, dat heb je heel goed gedaan. Ja, dit geeft precies aan hoe het leven is. Het leven is een experiment. Ja, daarom. Daarom dacht ik, nou, laat ik dan jullie een beetje uit de brand helpen en als eerst een hand opsteken. Ja, lief. Dus anders is het ook weer zo sneu. Heb je een goede vraag? Nee, ik zag jullie boffen echt dat jullie de naam een beetje mee hebben, want ik denk echt dat de room anders echt leeg was gelopen. Ja, waarom? Ja. Nou, jullie waren echt wel een beetje aan het... Stuntelen. Maar dat mag wel, dat kan wel zijn, toch? Nee, ja, ik kan er niks aan doen. Weet je, ja, ik ben al blij dat we het überhaupt aan begonnen zijn. Want Paul had het me al eerder gevraagd. En ik had zoiets van, nee. Want ik weet, dit soort dingen gebeuren, ja. Dat is natuurlijk... Eigenlijk is Clubhouse niet bedoeld voor een podcastopname, denk ik dan. Nee, dat is het ook eigenlijk niet. Want je mag het niet eens opnemen. Mag het niet eens? Moet je eigenlijk... Nee, dan kan je er afgegooid worden als je daar geen... Ja, je hebt erbij gezet. Ja, nee, daarom... Ik denk, ja. Ik zet... En daarom ben ik ook heel voorzichtig met mensen nu op het podium roepen. Want ja, voor hetzelfde geld heb je een claim aan je broek. Nee, als je het erbij zet, dan mag het. Maar als je zeg maar met jouw telefoon nu dit gesprek op zou nemen... dan krijg je volgens mij eerst een waarschuwing... en dan daarna kunnen ze je gewoon zo eraf halen. Oké. Okay. En dan mag je ook niet meer terug. Nooit meer terug. Oké. Okay. Nee. Ja, als je dat stiekem doet, is wel leuk. Wat doe jij zo in het dagelijks leven dan, Tamara? Wat ik doe, ik ben heel, heel erg geïnteresseerd en ik teach eigenlijk de cursus in wonderen, waar ik van weet dat jij er ook heel erg in geïnteresseerd bent. Oh ja, dat dikke blauwe boek. En, ja, dat dikke blauwe boek en dat, ja, dat vervult mijn leven eigenlijk al sinds 2006 en daarmee organiseer ik retreats, coachings. En ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Oké, dus jij moet eigenlijk op de lijst voor te interviewen mensen over de cursus. Ja. Oké. Okay. Nou, Paul, je hoort het. Nou ja, zo vind ik het heel snel, Patrick. Ja, was je weer gestopt? Nee, gestopt. Maar cursusmensen die hebben altijd wel een beetje mijn voorliefde. Ja, maar waar zit je ergens dan, Tamara? Ik zit zelf in Rotterdam. Ik heb mezelf altijd een beetje verscholen dat ik er zelf iets bij... Dat was natuurlijk mijn eigen binnenwerk wat ik had te doen op de woorden God en noem het allemaal maar op. En toen dacht ik, nou dan ga ik gewoon gelijk naar wat voor mij de mensen zijn waarvan ik het echt kan leren. Dus toen ben ik naar Diederik Wolzak gegaan en ik heb een maand bij David Hofmeister, die in een commune geleefd. En nu denk ik, oh ja, ik snap nu waar ik zo'n weerstand op had. En dat hebben heel veel mensen. En nu wil ik daar heel veel mensen eigenlijk bij helpen. En waar had je weerstand op dan? Welke weerstand is er dan? Ja. Oh, tegelijk. Nou, er is heel veel weerstand op de taal. En ze hebben het in het boek, hebben ze het constant over de Heilige Geest en God. En ja, daar is gewoon nog heel veel reactie op. En dat is natuurlijk alleen maar mooi, want daar dient het juist voor. Want dan betekent dat er nog iets in jou zit wat de aandacht vraagt. En wat om heling vraagt. Hmm. Dus dat heb ik eerst zelf ondervonden. Oké. Okay. En Paul is denk ik ook wel benieuwd, want Paul heeft dat wel eens verteld. Is het niet bij Cursus in Wonderen ook zo dat je daar een hele... Ja, we zitten nu op Clubhouse, dat je een soort clubvorming hebt. Waarbij je als je binnenkomt, zeg maar laagste in rang bent. Heb je daar wat van gemerkt? Bedoel je dan in die community? Ja, Paul, je had het toch toen een keer over een community in Amerika of zo, waar dat plaatsvond. Ja, dat hoorde ik. Ja, ik heb met die David Hofmeister wel eens gegeten. Met, ja. Ik wel een super aardige gast. Alleen
van wat ik van anderen hoorde, hoor. Ik weet niet of het waar is, dat het inderdaad een beetje hiërarchisch was daar. Ja, dat is een beetje hoe je het bekijkt. Want ze bewaken heel erg... Ik vind dat dus wel meevallen. Maar ik begrijp wel wat je zegt. Je hebt daar bijvoorbeeld de steward. En die heeft het heel erg druk met alles organiseren. En ja, dus die laat je eigenlijk een soort van met rust. Dus er zijn gewoon een aantal dingen, regels. Nou, er zijn niet echt regels. Ja, wel, er zijn 3 hele bijzondere regels. Die vinden jullie denk ik wel interessant ook. En dat is no people pleasing, no private thoughts en no compromise. En daar draait eigenlijk die hele community op. En dan zijn er een aantal regels en ja, wil je het rangen noemen. De een heeft het heel erg druk daarmee, dus die moet je daar verder moet je niet lastig vallen met bijvoorbeeld vragen over de tuin. Ja, precies. Er is echt wel duidelijke rolverdeling. Ja en nee, maar daar wordt wel zeg maar, ja dat klinkt dan ook weer toetig, maar daar wordt dan wel op gebeden. Gebeden? Ja, in de zin van gemediteerd of hoe wil je het noemen. En dat is David Hofmeister, is natuurlijk wel echt iemand die dat boek naar mijn, zoals ik het heb ervaren en wat ik kan zien, ja, het gewoon echt het levende bewijs is. En jij hebt hem ook ontmoet en jij ook, Paul. Ja, we zijn nog naar de film geweest. Echt welke? Andy Man 4? Nee, Interstellar of zo. Iets met de ruimte. Oh, die heb ik ook gezien. Die is best oké. Okay. Ja, was leuk. Nou, leuk. Tamara, we houden contact over een keer. Een interview of zo. Ja, leuk. Hartstikke leuk. En dan bedankt voor je input, hè? Ja, graag gedaan. En we hebben van die mayonaise hebben een beetje filosofie gemaakt. Dus misschien nu weer terug naar de mayonaise. Ja, je hebt inhoud gebracht. Terug, want de mensen willen wel de mayonaise. Hoor. Zijn we... Hey Tamara, zijn we al verbonden op LinkedIn? Ja, op LinkedIn zijn we al verbonden. Oh, dan houden we daar wel even contact. En nu... Ja, en nu ook op Instagram. Oh, te gek. Echt influencer. Dat valt wel mee, hè? Ik zet jou even weg, zo. Oh, was dat de bot? Dat gaat echt heel snel. Je kan iemand echt gewoon een schop geven en dan zitten ze weer op het podium. Ik bedoel, op de tribune. Dit moet je hebben met kinderen. Dat is ook gewoon zo. Ja. Paul, ik maak jou even moderator. Dan kun je ook mensen erbij halen. Zo. Oh ja. Maar goed, even kijken. Ik heb een lijstje genoteerd met wat dingen die we nog zeker moeten bespreken. Heb jij wel eens gehoord van de term zelfbedrog? Ja. Wat is dat voor jou? Ja, dat kan vele definities hebben. Maar in het algemeen, weet je wel dat je denkt dat je een ik bent. Is dat niet de grootste zelfbedrog aller tijden? Ja, of het nou bedrog is, ik vind dat een beetje te zwaar klinken, want... Je houdt jezelf toch voor de gek? Ja, maar dat doen we niet expres. Kijk, ons brein, al vanaf dat je 1,5 jaar oud bent, creëert gewoon die beleving dat je een ik bent. Dus ik snap wel dat je vaak de eerste 40 jaar van je leven daar niet echt vraagtekens bij stelt, ook al is het natuurlijk illusoir. Dus bedrog klinkt echt te zwaar. We doen dat niet expres en ja, het is vaak... Na een paar lekkere crisissen, dat je die ik ter discussie gaat stellen pas. Ja, maar toch is het gek, hè? Dat voor sommige mensen een soort van sleutel in het slot is. Hè? Dat je echt denkt, oh fuck, dat is het. En dat andere mensen je glazig aankijken, hoezo, ik ben geen ik, waar heb je het over? Ja, maar dan je ziet wel, als dat ikje of nog beschadigingen heeft, of nog niet is uitgespeeld in de wereld, dan wil het nog zoveel aandacht hebben dat hij zichzelf echt niet los wil laten. Dus en mensen met echt psychische beschadigingen hebben het moeilijk. Maar ook, je ziet ook mensen die in de wereld nooit zich hebben kunnen uitleven. Hè? Dus aanbeden zijn, allerlei seks hebben gehad en spullen gekocht. En soms is het wel fijn als je dat hebt meegemaakt, want dan zie je dat het hem daar toch niet in zit. En ja... Als je dat ook niet hebt uitgeleefd, dan is dat stukje zelfwaardering, daar ga je nog naar op zoek. Kijk, jij hebt natuurlijk ook alles gedaan. Lenny Kravitz geïnterviewd, Bryan Adams en weet ik veel, dure auto kopen. En dan zie je ook van, oh wacht, dit is het niet. Maar het is wel goed dat je het meegemaakt. Maar toch is het gek, hè? Dat kopen, dat blijft maar een ding bij mij.
Weet je, ik heb natuurlijk mijn leven gezat nonsens dingen gekocht. Ik heb er nog een curvebox vol met allemaal impulsen aankopen die niet eens uit de verpakking zijn. Waarom blijf je dat dan toch doen? Ja, maar dit is enerzijds is het gewoon jouw copingmechanisme. Kijk, je hebt natuurlijk zoveel dopamine dat als je het niet kwijt kan, je energie, dan doe je het daar maar in. En dan iedere keer als je een productje in het mandje gooit, heb je een klein shotje dopamine. En denk je, oh yes, yes. Hmm. En alleen ja, het is net als met drugs. Je moet steeds meer zooi kopen voor hetzelfde effect. Aha. Dus het gaat puur om de lekkere stofjes in je hoofd. Ja, het is iedere keer een shotje dopamine in je beloningssysteem. Dat je heel even van, oh ja, lekker, heerlijk. Hmm. Maar dat is een ander neemt daarvoor een biertje bijvoorbeeld. Of de ander die gaat naar de hoeren of wat dan ook. Maar dus, of kan dat weer? Kan je weer naar de hoeren? Dat weet ik niet. Ik is toch wel mooi. Ik las dat laatst. Dat is eigenlijk wel raar. Hè? Je kan als hoer wel naar de kapper. Maar je kan als kapper niet naar de hoeren. Dat is toch gek, hè? Nu. Ja, raar, hè? Rare toen de kappers dicht waren, mocht de kapper wel naar de fysiotherapeut. Maar de fysiotherapeut niet naar de kapper. Ja. Hey, hoe is het met jouw haar? Knipt Artini het? Nee, mijn kapster vangt de naam niet van noemen. Doet dat gewoon illegaal, hè? Dus oh, echt? Gewoon zelf thuis. Bij jou? Ja, dat doen alle kapsters, man. Ja, alleen wat grappig is. Al die kapsters die in de hele buurt zeggen, ja, kunt u de gordijnen dicht doen? Dus dan zie je bij mensen midden op de dag gordijnen dicht. Ah, dan weet je dat ze geknipt worden. Ja, dat is wel mooi. Ik ga even kijken of er nog iemand is die we erbij kunnen roepen. We hadden net een vrouw. Ja, Guido, in jou heb ik geen zin. Ismael, die spreekt donderdag al. Want ik heb beloofd met Ismael een interview op te nemen. Dan komen we toch bij Dennis van Vlaardingen uit. Nou, heel even dan. Dennis. Nee, dat is ook niet lief, hè? Oh, nou ja. Zo niet dan. Ja, zie je, daar ga je al. Ja, je gooide... Wat? Ja, je zei te straks iets van Dennis van Vlaardingen. Oh nee, die neemt de roem over. Ik weet het niet, maar... Ja, weet je nog vorige keer hoe dominant je was? Ja, dat ben jij niet. Nee, dat verschijnt in jou, ja. Ja, dus ik lag maar op. Nee, Dennis, prima. Huh? Ik loop je maar een beetje te plagen, hoor. Nee, weet ik, joh. Maar goed, wat... Nee, ik zat even de teller in de gaten te houden. Vond ik wel leuk. De teller? Als je linksboven klikt, dan kun je precies zien hoeveel er in de room zitten. Ja, wat interesseert mij dan nou hoeveel in de room zitten? Nee, luister heel eventjes, joh. Ja, ik luister. Heel even. 10 seconden. Daar flikt de man weer van het podium. Tijd gaat nu in. Oké, het grappige was, op het moment dat jullie weer begonnen over non-dualiteit, ja, toen donderde straalde die zo van 45 naar 30. Echt? Dat vond ik wel grappig. Ja, ah, ja, toen begon je ego te prikken. Ja, ego vindt dat niet leuk, hè? Je hebt te horen dat je niet bestaat. Nee. Nee. Ja, voor bijzonder om te zien. Ik denk, nou, maar nou wordt het interessant en dan gaan ze weg. Ja, nee, maar nu vind ik het fijn dat je dat even vertelt, Dennis. Want dat viel mij laatst namelijk ook op. Ik heb het idee bij Clubhouse dat het ook een heel erg medium is waarmee je lekker in je eigen bubbel kunt gaan zitten, weet je wel? Wij creëren nu de bubbel van Bitcoin-fans. En dan gaan we lekker met alle Bitcoin-fans gaan we in een bubbel zitten en zeggen hoe geweldig Bitcoin is. En als er dan één iemand komt die zegt, ja, maar Bitcoin, daar moet je niet aan beginnen. Dan breekt de bubbel, dan wordt de bubbel doorgeprikt. Ja, wat ik vanmiddag ook hoorde is iemand met een Belgische man sprak ik. En die had die Aziatische vrouw. En zij heeft hem een uitnodiging gestuurd voor Clubhouse. En het enige wat hij in zijn feed of tijdlijn of hoe je het wil noemen, ik weet het ook niet, is Aziatische mensen. Oh echt? Hij zegt, ik ben blij dat ik een Nederlander tegenkom. Zitten zoveel Aziatische mensen op? Ja, nee, dus ik denk ook dat het invloed heeft op wie, want er staat ook op je profiel, hè, door wie je bent uitgenodigd. Oh zo, maakt dat uit, ja? Ja, ja. En hij is dus uitgenodigd door zijn Aziatische partner. Ah. En hij zegt, ik zit al 2 dagen te zoeken naar een Nederlandstalig iemand. Oké, dat is ook goed om te weten. En wat, ik heb ook gehoord, Paul, jij bent altijd als eerste op hoogte daarvan, dat dit ook allemaal opgenomen wordt en dat deze hele tekst wordt dadelijk uitgepluist door iemand achter een computertje en je krijgt morgen allemaal post in je e-mailbox over alles wat hier besproken is. Klopt dat? Ik weet niet of dat op Clubhouse is. Ik weet wel dat het bestaat, want ik heb toen opgetreden voor het bedrijf wat hierin gespecialiseerd was.
En echt bizar wat dat systeem kon. Die kon gewoon alle geluiden oppakken, verwerken en ook nog het koppelen aan de juiste persoon. Dus het kan wel, als ze dat hier doen. Ik weet niet eens of dat privacy technisch, als ze dan worden opgepakt, dat is echt een probleem. Dus, maar goed, ze hebben natuurlijk wel getest gedaan met telefoontjes via WhatsApp. Twee nieuwe telefoons, WhatsApp erop en de hele tijd over kattenvoer praten. En die kregen wel als eerste aanbiedingen van kattenvoer. Dat ze dachten, het is, blijkt toch dat de AI wel iets meepikt hier. Mm-hmm. Maar dit heb ik ook als je zo'n Alexa in huis hebt. Ik doe dat niet. Ik geloof het. Ja, straks luistert hij alles mee. En dan krijg ik van al mijn perverse hobby's folders in de bus. Ja, maar je wordt van alle kanten gek gemaakt. Ik was dus bij de vader van Minke, die werd 65, verjaardag. Nou, een klein beetje in overtreding. We waren met een x-aantal mensen, ik zal niet zeggen hoeveel. Maar het onderwerp was ineens mijn IP-wifi-camera. En ik zeg, goh, moet je kijken. Kunnen we lekker inblikken of even meekijken in mijn huiskamer? Oh, kijk, het zonnetje schijnt in Vinkeveen. En kreeg ik meteen, ja, hou er wel rekening mee dat dus ook criminelen door de straat rijden en die camera's hacken en dan kunnen ze zien dat je niet thuis bent. Nou, tot zover mijn enthousiasme over die camera's. Dat kan toch niet? Wat een onzin is dat? Ja, alsof criminelen in Vinkeveen rond gaan rijden om te kijken of iemand een camera heeft. Nou ja, dat geloof ik niet. Ja, maar überhaupt, dat denk jij, Dennis, kan je op die camera's inhacken? Ja, alles kan natuurlijk. Ja, absoluut kun je dat. Echt? Drie van die Google speakers hangen trouwens, Paul. Drie? Wat heb je? Drie van die Google speakers, van die Google Nest speakers. Oh, okay. Ja, weet je... Nee joh, die dingen kosten 3 tientjes, man. Oké. Okay. Hou op. Pas op, Dennis, ik gooi je eraf, hè? Ja, ik doe het maar, joh. Kom. Nee. Nee, maar ik denk dan wel van, ja... Ja, zo, dat was Dennis. We gaan even naar... hij vroeg er zelf om. We gaan even naar Sanne. Dennis, niet weggaan. Je mag straks weer terug. Maar het werd te serieus. Er gingen mensen weg. Sanne, hoi. Hey, hallo. Hoi, Sanne. Oh, wat leuk om hier te zijn. Kennen jullie elkaar? Nou. Jullie, man. Nee, ik begin met de complimenten. Ja. Ik hou van heel jullie. Goed. Oh. Eindelijk weer eens op de bank bij Patrick en Val. Oh, leuk. Hoe lang luister je ons al, Sanne? 5 jaar of zo. Nou, cool. En hoe heb je ons ontdekt? Ik was op een gegeven moment podcast aan het luisteren en toen kwam ik Jan van de Oever, denk ik, tegen. Ik snapte er helemaal niks van waar hij het over had. Maar vervolgens kwam ik een podcast tegen van Paul en die legde alles uit over non-dualiteit en toen werd ik wakker. Oh, cool. We hebben een wakkere Sanne, Paul. Oh, wat tof dit. Ja, en toen heb ik heel veel geluisterd. Heb ik al jullie mayonaise-filosofieën geluisterd, al die extreem veel afleveringen. Echt? Heb je ze alle 445 geluisterd? Oh, ja, maar het laatste jaar wat rustiger. Dus voor mij is dit een reuniegevoel. Oh, fijn. Nu, fijn dat je er weer bij bent. Ja. Wat moeten we doen om jou weer aan boord te krijgen, Sanne? Nou, dit is al genoeg. Ja? Ja. Nou, fijn. Ik ben lekker vertrouwd, zo. Ja, we zijn echt een paar vrienden van je geworden, hè? Alleen maar over geluiden, kletsen en zo. Hoe klinkt het nu dan? Ja, klinkt goed. Zit jij chips te eten of zo? Nee, dat is mijn oortje. Ja, die prutoortjes. Oh, van de Action zeker? Ja. Ja, ik wandel buiten. Paul, doe jij even mini-interview? Dan kan ik even een lepeltje pakken voor mijn yoghurt. Hoi, Paul. Hallo. Oh, nu kunnen we heel even serieus praten voor zolang het duurt. Ja, fijn. Nou, niet te serieus, hè? Dan wandelen weer te veel mensen uit deze. Nee, dan gaan mensen weg. Ik denk dat we ook... Het moet goed om te kijken naar het format voorlopig. Hoe lang mensen nog aanhaken. Want non-dualiteit, als we daarover praten, werkt niet meer. Dus... Ja, of non-dualiteit met mayonaise of zo. Ja, ik... Nou ja, heb je die wandelaflevering al beluisterd van de vorige keer? Nee. Dit is een tip. Iemand zei, ik heb hem zelf nog niet beluisterd, maar dat hij leuk was. Oké. Nou. Ik luister nog wel eens wat, ook vooral als ik wandel. Dus ik neem hem wel mee, ik ga eens kijken. Heel goed. Heel goed. Ben je er alweer, Patrick? Ja. Oh. Ik wou gewoon eens horen wat er hier ging ontstaan. Ja, luister. Jij bent heel benieuwd naar je yoghurt. De kracht achter alles, hè?
Nou nee, ik werd laatst ook bij Clubhouse op de vingers getikt dat ik het veel te veel probeerde te sturen. Maar ik zeg, ja jongens, neem me niet kwalijk. Ik kom bij de radio vandaan, daar is het echt een ongeschreven regel dat als je een gesprek hebt op de radio, dat iemand wel de lead neemt en een beetje als een soort circusmeester aan elkaar rijgt. Ja, anders nemen mensen Clubhouse over. Ja, ik weet ook niet of dat... Is dat soms de bedoeling van Clubhouse? Dat het een soort oneindig doorgaat, dat mensen weggaan, weer erbij komen, weggaan? Er zijn al rooms van 8 tot 24 uur. Echt? Als je veel kan. Het. Ja. Jeetje. Hé, maar wat doe jij dan zo om geld te verdienen, Sanne? Nou, geld komt op dit moment via poetsen. Ja, mensen moeten af en toe wat doen. Ja. En ik ben een eigen bedrijf aan het opzetten. En ik vind het heel fijn om gewoon wat centen binnen te halen terwijl ik niet hoef na te denken en podcast kan luisteren en allerlei andere leuke luisterboeken en zo. En in welke omgeving doe je dat? Ik woon in Culemborg. Waar is dat alweer? Dat is ergens tussen Den Bosch en Utrecht. Oh ja, langs de A2. Komt mijn familie vandaan, Patrick. Oh echt? Mijn opa. Mijn opa is oorlogsheld. Die komt daar vandaan. Dus ik heb daar heel vaak gelogeerd. Oh, wat cool. Ah ja, lachen. Hé, hey, wacht. We zitten op 3 kwartier. Dus Sanne, ik ga jou er even afgooien. Zeg maar dag tegen iedereen. Doei. Want, doei. Leuk. Dat toch leuk. Even kijken. We move to audience. Nee, want dan duw ik even op stop. Ja? En dan duw ik weer op opname. En dan is dit podcast nummer 2. Normaal duren ze altijd 3 kwartier, toch? Ja, vind ik ook. Welkom bij een nieuwe aflevering van Praten over Bewustzijn. En die heet dan op Spotify Filosofie met Mayonaise. Moet ik nog een keer uitleggen waarom dat is? Ja. Nou, dat is omdat we afleveringen hadden met muziek erin. En daarom zijn we van Spotify gekickt. Dus sindsdien heten we daar anders. En als je alle afleveringen wil horen waar wel muziek in zit, waar moet je dan naartoe, Paul? Dat weet jij vast wel. Nondualiteit.nu. Juist. En dan knop je podcast, want we hebben ze wel allemaal als mp3. Dat vind ik wel even interessant. Jij zou dus echt bijvoorbeeld de onderwerpen aanpassen als jij ziet dat er dan mensen afhaken bij als we over non-dualiteit zitten? Nee, zeker niet met dit. Kijk, weet je wat is? Ik vind, wij zijn hier aan begonnen pretentieloos en het is nog steeds niks. En ik heb nog liever dat nog 2 bejaarde mensen over 20 jaar luisteren van oh lachen, dan dat we enige moeite doen om publiek te winnen. Ja. Dat is juist het leuke van dit. Dat is gewoon... Nou ja, net zei ook iemand dat het helemaal niks was. En dat klopt. En dat moeten we ook zo houden. Nee, ja, maar toch? Kijk, uiteindelijk doen we het wel. Oh, we krijgen nu het berichtje binnen dat het beter klinkt. Nou, dat is fijn. Dankjewel, Nicole. Nee. Ja, maar kijk, uiteindelijk zitten ook heel veel mensen te doen alsof het iets voorstelt. En daarom, dat vinden ze misschien toch wel leuk. Daarom duurt onze podcast al 11 jaar of 12 jaar bijna. Omdat wij niet doen alsof we iets hoog te houden hebben. Van kom maar, luister maar naar ons. Wij vertellen je het wel even. Wij geven eerlijk toe, wij weten het ook niet. We hebben alleen ergens iets van gehoord en dat bespreken we. Ja. Niet? Nou ja, de meeste podcasts beginnen met een marketingplan. Dan zetten we het zo strategisch neer en dan zit er altijd een doel achter. En dit heeft helemaal geen doel. Nee. Dus, en dat is gewoon leuk. En wat ik ook grappig vind, is dat wat ik dan hoor van mensen van Mark Rabe bijvoorbeeld, die volgt ons ook al vanaf het begin. Ja, die zet dan in zijn auto als hij door Duitsland rijdt ons op. Zo van, hoe zou het met mijn mattie zijn? Ja, gewoon even aanschuiven. Ja, dat is toch leuk. Dat je ziet, nou, Patrick zit nog steeds op de bank en Paul kan nog steeds niet stilzitten. En dan, ja, dan. Nee, het valt me ook op, omdat daarom werd ik er even bang van toen je dat net zei. Dat juist al die coaches op Instagram en zo, dan is de hype weer manifesteren. En dan zie je ze allemaal weer rechts afslaan en manifesteren. En dan is de hype weer leef je mooiste leven. En dan slaan we allemaal linksaf naar leef je mooiste leven. En dan is het inderdaad cryptocurrency. En dan gaan we ineens praten over cryptocurrency. Ja, je kan wel iedere hype blijven volgen, maar wat blijft er dan nog over van jouw boodschap, jouw authenticiteit? Weet je, als mensen het leuk vinden om erover te praten, is prima. Maar ik vind het gewoon lekker dat hier geen niks aan hangt. Het kost alleen maar geld, zeg maar. Hè? Dus het is, het is gewoon een hobby. Ja, wel uit de hand gelopen hobby. Het heeft al 2 films opgeleverd. Dat is misschien leuk voor mensen die dit voor het eerst horen. Er staan 2 films op YouTube. Alles over niets en Who is Alice? Daar heeft Paul zich heel hard voor gemaakt. Die zijn samengemaakt met een aantal podcastluisteraars. Waaronder Ismael Lotz, die ook aan het luisteren is. En die hebben allebei de bioscoop gedraaid. Hè? Dat is toch leuk dat een podcast gewoon mensen samenbrengt die 2 films maken.
Ja, maar ook de mensen die ik heb leren kennen dankzij die podcast. Dat is super tof. Ik bedoel, Ismaël kwam al helemaal in het begin, helemaal vanuit Groningen naar de Veronica Studio rijden in Hilversum. Oh ja, ik kan me herinneren, ja. En ja. Oh ja, dat weet ik nog. Je had toen met een vrouw afgesproken. Je was Ismaël vergeten. Echt? En ja, want toen zei jij, ja, bel jij hem even af. En, ik kende Ismaël niet. Zeg, ja, maar die jongen komt uit Groningen. En toen heb jij dat meisje nog een trein later laten nemen. Ja. Zodat de opname met Ismaël nog konden doen. Wat kwam zij doen dan? Seksen. Nou, daar geloof ik niks van. Iemand met de trein die naar mij... Dat jij... Nee. Nee, jij verwart mij nu met een of andere Casanova. Ik heb nooit iemand met de trein naar de Veronica Studio laten komen. Want... Nee, je ging haar ophalen bij de trein toen. Maar wie was dat dan? Ik had echt veel vrouwen toen. En ja, we zijn nu wel over datum, maar er was ooit een goede tijd, hoor. Ja, nou, maar ik volgens mij... Het niet, hè? Nee, maar volgens mij zit jij nu wel een beetje je eigen privéleven met dat van mij te mixen, want... Ik ken niemand die ik ooit met de trein... Sterker nog, er was niet eens een trein bij de Veronica Studio. Dat station is twee dorpen verder. Ja, ik weet gewoon dat er was een vrouw en het verhaal met Ismaël. Dat klopt. Oké, misschien was het niet de trein, volgens mij wel, maar... Kwam ze met de bus? Hey, er was wel een bushalte bij de Veronica Studio. Dat zou ook nog kunnen. Jij vertelde me toch ook ooit eens een verhaal, was jij dat niet? Die zei dat er echt mannen zijn die zijn zo slecht. Die nemen een vrouw mee naar huis en dan gaan ze dan een beetje mee liggen flikvlooien. Maar voordat ze gaan liggen flikvlooien, bellen ze al een taxi voor het geval dat ze klaar zijn met flikvlooien. En dan kunnen ze zeggen van, oh, je taxi is er. Nou, heb jij me dat ooit verteld? Nee, dat soort verhalen, zo cru, dat komt echt niet uit van mij vandaan. Nee, maar sowieso kan dat tegenwoordig ook echt niet meer. Hè? Vroeger kwam je er nog wel mee weg. Maar nu heb je meteen een rechtszaak in je broek. Hij heeft een taxi voor me besteld. Ja, op social media. Alles lekt tegenwoordig. Ja, nee, die houdt niks meer geheim. Zullen we er weer eens even iemand bijhalen? Zijn er nog? Wat dacht je van Sandra? Dat zou leuk zijn. Sandra, die staat ook nog op de lijst met de te interviewen. Sandra is ballonnenvouwster. Sandra, ga je live voor ons ballonnen vouwen hier nu? Dat zou ik leuk vinden. Of Sandra heeft gewoon een uitnodiging gestuurd om op het podium te komen een kwartier geleden. En die dacht, weet je wat? Oh, daar is ze. Hallo. Nee, ik ben er wel. Heb je ballonnen bij de hand? Tuurlijk, altijd. Oh, ik zou het zo leuk vinden om dat geluid even te horen. Kan dat? Is dat leuk? Ja, heel veel mensen vinden dat het minst leuke. Jawel. Dan gaan we het daarna voor de rest van je carrière. Ja, maar wat ga ik dan voor je maken? Kun jij een penis vouwen van ballon? Nou, kom op. Ik ben al 22 jaar ballonartiest. Denk je nou serieus? Welke vorm, welke soort penis wil je hebben? Oh, er zijn er meerdere. Nou, een beetje die van Paul. Die een beetje krom en hij trekt naar rechts. Die heb ik nog nooit gezien, hè? Maar, ik leg het wel uit. Paul, je piemel wordt nu, as we speak, als... Dat is te gek. Dit vind ik echt leuk. We lachen je niet uit, hè, Sandra? Maar Paul, kun je nog wel mijn Pippi Langkous herinneren? Welk jaar was het? Vorig jaar met Guido op YouTube. In de podcast hadden jullie gasten uitgenodigd. Ja. Ja. Oh, daar was je bij. Ja, toen had ik Pippi... Die dag was de verjaardag van Pippi Langkous. Dat je dat weet. Oh, ik weet het alweer. Ja, daar was die Bart Lucas, hè? Die achter volgens mij overal, die was er ook bij. Ja, dus, en die twee broers uit Breda? Of, Ja, dat waren echt leuke jongens. Ik vond dat trouwens een leuke podcast. Ja, ik ook. Die staat op YouTube. Is de piemel al klaar? Ja, die is al lang klaar. Dat is namelijk een heel makkelijk iets om te maken. Dat is kwestie van twee balletjes of zo, denk ik, hè? Ja. Wat is nou het mooie, ik ben even serieus, hè? Wat is nou het moeilijkste om te vouwen in ballon? Ik denk Eiffeltoren, iets in de Statue of Liberty, dat soort dingen. Ja, je kunt het allemaal zo makkelijk en moeilijk maken als je maar wil. Maar we hebben bijvoorbeeld het grootste wat ik ooit heb gemaakt is een T-Rex op ware grootte. Nee, een ballon? Voor een dino-museum. Ja. En toen zijn we 3 dagen bezig geweest. Zo dan. En dat ding heeft er 3 weken gestaan in Bokstel in het dino-museum. Cool. En... Ja, dan mogen jullie raden hoe groot een T-Rex werkelijk was toen de tijd. Paul, een meter of 4? Ik weet het niet. Ja,
Ja. Ja, zat ik goed? 4 meter hoog, maar nu de lengte nog. Ja, dat zal wel 4 bij 10 zijn, denk ik. Nou, je zit er verdacht dichtbij. Je hebt het niet opgezocht, toch? Nee, hij was 4 meter hoog en 12 meter lang. Een mannetje T-Rex. Kun je eens een foto doorsturen? Ja, ik ben nog naar een show geweest toen hij heel klein was. In de Ahoy met allemaal dinosaurussen. Ja, klopt, ja. Ja, heb ik ook nog meegemaakt. Kom nog eens ergens. Oh, oh. Ja. Maar Sandra, heb jij iets met het onderwerp non-dualiteit? Of zeg je, hou in godsnaam op daarover? Nee, ja, zeker. Ik vind het reuze interessant. En ik werk dus nu tijdelijk, omdat er al een jaar geen optredens meer zijn. Net zoals Paul als entertainer dan voor mij. Werk ik dus in een callcenter. En dat is echt reuze interessant. Ik lees dus, terwijl ik voicemails wegklik, boeken. En ik had dus dat boekje van Paul laatst weer gevonden, waar jij het voorwoord hebt geschreven van Verlichting voor Luie Mensen. Mm-hmm. En die had ik al eerder gelezen, maar die ging ik eens opnieuw lezen. Van, het is zo simpel en zo klein, dat boekje, maar het legt het gewoon helemaal helder uit. En vandaag vond ik eigenlijk vooral interessant het idee van je hebt een ego, maar je bent het niet. En dat we dus inderdaad allemaal denken dat we dat ego zijn. Het is die identificatie met dat ego wat het allemaal eigenlijk toch heel grappig maakt, vind ik ook. Absoluut. En die paradox, dat is, merk ik, voor mensen het lastigst, dat je... Oké, die komen ze erachter, ik ben die ik helemaal niet. Maar dan schieten ze vaak helemaal door. En dan vergeten ze dat je in het dagelijks leven wel die ik ervaart. Want je hebt wel een ego, je bent het nog niet. Dus je handelt gewoon alsof je dit bent en alsof jij de keuzes maakt. Terwijl je tegelijkertijd weet dat dat helemaal niet waar is. Je hoeft het dus ook niet te ontkennen. Nee, want je ziet toch mensen ook die naar Tony Parsons en zo gaan. Die eindigen in een soort fatalistische, nihilistische houding. Omdat, ik vind Tony Parsons super grappig hoor, maar hij vertelt het halve verhaal. Hè? Dus hij hakt alleen maar af, er is niemand, er is er nooit wat gebeurd, het is allemaal een illusie. Klopt, alleen binnen de illusie lijkt het wel verdomd echt. Of zoals Einstein zei, de werkelijkheid is louter een illusie, maar wel een hardnekkige. Dus ja. Dat mooi is hoor. Wel een, het is en-en, zeg maar. En Sandra? Ja? Misschien wel leuk even. Wil je wat reclame maken voor je business? Als het dadelijk weer kan. Als mensen nou een ballonartiest nodig hebben op hun feest. Waar kunnen ze je dan vinden? Ja, de website die ik al 22 jaar heb is feestbeestje.nl. Feestbeestje? Ja, maar ik ben al 2 jaar bezig. En probeer een inkomen te halen uit mijn online. De vrolijkste online school van het land. En dat is ballonschool.nl. En wat kan je daar leren dan? Ballon vouwen. Oh ja, is dat zo moeilijk dan? Nee hoor, maar het is vooral heel erg leuk om te doen. En ik maak allemaal video's en zo. En ik ben me nu voor het eerst meer aan het richten op kinderen. Want we hadden eerst een heel concept bedacht. Omdat ik dacht hoe leuk het zou zijn als jij dus met kinderen werkt. Dus juffen en mensen die in kinderdagverblijven werken. Van, dat is toch geweldig als je dan een paar ballondieren kunt maken. Hmm. Maar op de een of andere manier was dat hem niet. En krijgen we die mensen er niet... sommigen wel. We hebben wat mensen die met ons meedoen. Maar die zijn toch blijkbaar liever gewoon kinderverzorger of zo. In plaats van entertainer, denk ik. Ja, ik heb daar 2 vragen over nog. Staat het, als jij ergens bij een serieuze baan zou solliciteren... Zou je het dan wel vertellen? Dat ik ballonartiest ben? Ja, dat lijkt me zo grappig. Dat je bij een heel chic, deftig bedrijf... en dat ze je vragen... en wat is je vorige baan? En dat je dan, zou je gewoon zeggen ballonartiest? Zeker, dat geeft namelijk echt enorm leuke gesprekken. Ja, ja nee, ik kijk er niet op neer. Hè, maar ik heb dat met discjockey al. Weet je, als mensen zeggen... wat is je vorige baan? Radio discjockey. Oh ja, weet je wel. Denken mensen, nou, dan heb je weer zo'n vlierenfluiter. Ja, maar goed, er zijn maar heel weinig hele goede ballonartiesten in Nederland. Hè? Dus, echt? Ben jij bij de top of the bill? Nou ja, dat vind ik toch lastig om zo. Dat vraagt wel iets van mijn ego om dat zo te zeggen. Maar er zijn er een stuk of 10 in Nederland die echt fulltime doen wat ik doe. Dus dat is heel weinig natuurlijk. Kan jij dat ik denk nog? Dat er heel wat meer DJ's zijn, toch? Dat klopt. En Paul, kan jij nog een ballonartiest gebruiken? DJ is ook niet zo moeilijk hoor.
Patrick is er ook bij mij gestopt. Die dacht, ja. Dat... Nee, maar het is wel waar. Maar echt goede radio maken, daar komt wel iets anders bij kijken. Maar dat is bij ballonartiesten dus ook. En mijn tweede vraag was, zijn er ook dingen die je weigert te maken? Stel, ik ben van een fascistische organisatie. Ik vraag of jij een hakenkruis in ballonnen wil maken. Zou je het doen? Wat is dit nou weer voor me? Ja, dat nou, het grappige is juist, Patrick, dat het enige wat ik eigenlijk altijd weiger te maken zijn penissen van ballonnen. Je hebt er net één gemaakt voor mij. Ik heb daar de piemel van Paul hier staan. Daarom. Maar ik heb hier nu geen kinderen die zien wat ik doe. Oh, maar okay, Nee, dat is iets wat ik niet doe. En vanuit mijn respect voor kinderzielen doe ik dat niet. Nee. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Het zou heel erg liggen aan de situatie en de context en wat ze willen. En misschien dat ik dat hakenkruis best wel voor ze zou vouwen. Oh, ja? Ik weet het niet. Ligt aan de context, zeg je. Ja. Dit is echt de meest... random vraag die ik je een jaar heb voorgesteld. Ja, maar dat is toch leuk? Mijn brein verzint dat dan nu. Ik kan me dat zo voorstellen. Jouw dat je... hoofd is echt raar. Nee, is niet raar. We zitten nu... Zal ik uitleggen hoe dat komt? We zitten nu rond de februari-staking. Ik heb allemaal documentaires gezien over jodendeportaties uit Amsterdam. Als we het daar dan toch over hebben. Wist je dat Nederland het enige land is ter wereld waar zoveel joden zijn aangegeven omdat die gekke Nederlanders geld kregen als ze de Duitsers tipten waar er nog joden verstopt zaten? Wist jij dat? Nee. Nou, nee, hier. Dus ik wil maar zeggen, daar kan het toch wel eens een hakenkruis van ballonnen gemaakt worden. En dan gaan we dat ritueel met z'n allen, gaan we dat kapot prikken. Vind je dat trouwens vervelend dat mensen dan jouw creatie kapot gaan prikken, Sandra? Ja. Dan begin ik altijd mijn standaard verhaal over de ballondierenbescherming, waar ik mij met hart en ziel op inzet. Dus, dat is wel een goeie, ja. Ja. Nou, ik geloof dat het moment daar is dat we Guido even erbij gaan roepen. Sandra, we houden contact, hè? Ja, is goed. Oké, joep, doei. Joep, doei. Joep. Doei. Boep, 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 boep. Vind je het nog leuk, Paul? Jij bent echt raar. Ja. Hoezo? Mag ik dat niet vragen? Nee, maar het is gewoon zo'n... Het is zo van... Goh, als jij nu naar buiten zou lopen en iemand heeft een banaan op zijn hoofd... Wat zou je dan doen? Weet je, het is random. Het is niet random. Hou het vol. Nee, maar ik was echt oprecht benieuwd daarnaar. Of ze dat zou, ja. Of ze dingen zijn die ze weigert om maar ja, goed. We halen Guido er even bij. Guido is, moet ik even uitleggen. Guido is een vriend van mijn broer. Die gaat altijd mee als mijn broer ergens moet draaien. Maar ja, mijn broer heeft ook geen draaiklussen. Dus Guido, je hebt ook niks te doen, hè? Nu op het moment niet, nee. Hoe is het daar in Zeeland? Goed. Ja, jij zit een beetje in de tuinbusiness, toch? Als ik me goed kan herinneren. Nee, ik ben ongediertebestrijder. Oh ja, ongediertebestrijder. Ja. En dat loopt natuurlijk gewoon door nu. Ja, klopt. En zie je nou meer of minder ongedierte door de corona? Dat wordt niet meer of minder, maar... Aha. Ja, wij blijven toch gewoon doorgaan in winkels en particulieren en zo. Ja. Ik denk wel dat mensen er vlug alert op zijn op ongedierte. Omdat ze meer thuis zijn, hè? Heb jij nog tips voor mijn zilvervisjes? Hoe kom ik daar vanaf? Ik had ze zelfs laatst in mijn bed. Dat is de meest voorkomende plaagdieren. Ja. Je kan ze met de HG spuitbus de plinten allemaal in spuiten. De plinten? Ja, want daar verschuilen ze zich... de meeste zilvervisachtig. Ja. En voor de rest is het heel lastig, want ze komen gewoon weer terug in papier en kartonnen dozen en zo. Dan komen ze mee in de post. Ja. Dus helemaal eraf komen, kom je eigenlijk nooit. Maar wat eten ze? Cellulose. Dus dat zit in papier, karton, bang, plaksel. Ja, dus het heeft niks met dat het hier zo stoffig is te maken? Nee. Akkoord. Patrick heeft wel eens bekend dat hij eens in het half jaar zijn bed verschoont. Misschien zit daar een correlatie. Ik weet niet hoor. Dat was ooit. In mijn slechte tijd. Ik doe het nu eens in de 3 maanden. Nee, weet je wat ik had, Patrick? Nou. Ik kom van de week. Ik kom op mijn zolder. Je kent mijn zolder. Ja. Zit er gewoon midden in de kamer een muis. Nee. Ja, ik denk nee. Hoe komt die daar dan? Ik denk, ik pak hem. Dus, maar ja, die was snel. Ja. Ging die dus zo achter je zolder, die schuiven de wanden, zeg maar. Ja. Dan vloog die weg.
alles eruit moeten halen, had hij dus vanaf buiten naar binnen gewoon een gaatje gemaakt. Ja, dat doen ze, hè, Guido? Ja, klopt. Ik heb alles dichtgetimmerd weer en nu is die weg. Okay. Ze hebben maar een halve centimeter nodig. Halve centimeter? Ja, klopt. En waar komen ze op af? Op reuk, op geur en zo, toch? Ja, meestal zie je ze dat ze naar binnen komen in de spouw zitten, want daar is het lekker warm. Dan kunnen ze goed zich nestelen. Overdag gaan ze naar buiten om voedsel te halen. En binnen zitten ze lekker warm en daar nestelen zich. Ja. En heb jij wel eens muis gegeten, Guido? Nee, dat ga ik nooit doen ook. Nee. Eet je überhaupt wel eens wat op wat je vangt? Nee. Nee? En heb je ooit wel eens een muis een hakenkruis zien maken? Een muizenkruis, ja. Nee, maar we zitten nu te dollen, maar het is natuurlijk wel... Ja. Hey, slangen, vangen die ook? Nee, ja, we hebben ooit één keer een slang in een ratbak gehad. Ja. Maar dat was met een dierentuin, zeg maar, waar ze ook een slang hadden. Oh, een dierentuin? Dus daar hadden ze, daar was de slang gewoon in de rattenkist gegaan. Oh ja. Maar je had het over bed. Eén ding hoop ik nooit dat je krijgt en dat is bedwansen. Hoe herken je dat je bedwansen hebt? Ja, dan moet je maar eens googlen. Dan zie je wel de foto's en sporen. Maar zie je dat op je lichaam of zo? Heb je dan strepen of zo? Of? Ja, beten. Ja. Je kan het ook zien aan sporen als de doop... Ja, doop bloed, zeg maar. Ja, oud bloed. Bruine-achtige druppels. Gadver. En noem maar op. Ik vind dit wel een hele informatieve podcast. Bedwans, zo gaan we hem noemen. Ja. Ah, dit zijn toch informatie die ik anders nooit had. Absoluut. Maar kun je daar ziek van worden, Guido, van bedwansen? Nee, maar de beet is niet zo fijn. Heel veel jeuk. Ja. En het is een heel hardnekkig beestje. Dus... Daar moet je voor oppassen. Het is een heel intensieve bestrijding. Dus let op wie je in je bed laat. Dat is wat je eigenlijk zegt. Nou ja, goed. Meestal, ze kopen niet dan voor in Nederland. Dus je moet ze echt meenemen van het buitenland. Ah, oké. En help jij mensen ook voor hun platjes af? Van hun? Platjes. Nee. Schaamluis. Nee. Ik gebruik het wel eens bij sommige mensen. heb je nog last van je schaamluis, maar... Oké. Nou, Paul, ik ben een beetje door mijn vraag heen. Jij? Dankjewel, Guido. Guido, bedankt, hè. Graag gedaan. En de groetjes aan Henry, hè. Ga ik doen. Oké. Hoi, hoi. 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 Nou, dat was best leuk. Is er nog iemand die iets wil zeggen, eigenlijk? Dan steek je hand op. We hebben nog... En je had nog op de app een paar onderwerpen gestuurd. Ja. Weet je niet wat. Ja. Iets met je darmen. Ja, ik heb wel een beetje last van mijn darmen, ja. Ik ben al vorige week naar de huisarts geweest. Dat Minke die foto stuurde van jou in je blote barst. Ja, dat klopt. Dat had ik weer last van mijn buik, ja. Het schijnt dat ik misschien... En ik hoop dat het geen... Kijk, 1 maart is een paar dagen terug... is de maand van de darmkanker gestart. Dus ik denk natuurlijk meteen al dat ik het heb. Zo ben ik. Ja. Maar ik hoop dat het prikkelbare darmsyndroom is. Ken je dat, PDS? Ja, daar heb ik ook wel last van. Ik moet heel erg oppassen met wat ik eet. Oh, dat heb jij ook? Ja. En hoe uitzicht dat bij jou dan? Nou, als ik te veel gluten eet en te veel rommel, dan krijg je echt buikpijn. Dan zet die je helemaal op. Oké. Ik haal even onze vriend Bas erbij. Is het Bas Lucassen? Dat is die vriend van jou, hè? Vriend. Bart Lucassen. Oh, dat is die ADHD. Hoi, Bart. Ja, hey. Goedenavond. Ja, hoi. Hoi. Hey, Paul. Hey, hallo. Paul zegt dat ik hem overal achtervolg. En eigenlijk klopt het ook wel een beetje. Dus ik begin het nu ook in te zien. Dus stalker. Van te maken. Dus nou ja, dat heb ik je aangegeven, joh, ik ben hier op zoek naar het bereik direct. Vind ik ja. Leuk om een keer een beetje inhoudelijk over die dingen te praten. En toen hebben we het weer laten rusten. En vorig jaar nam je weer een keer, reageerde je naar mij. Zonder geld. Toen zou je eerst nog eens een keer... Ja, zonder geld nog. Toen kwam je eerst een keer barbecue in de zomer en uiteindelijk vroeg je toch weer geld ervoor. Ja, nee, kijk, dus, ik zal je dat uitleggen, Bart. Dat komt omdat ik natuurlijk heel veel mensen zich nu aanmelden voor de podcast Leven Zonder Stress om geïnterviewd te worden. En ik heb natuurlijk al 300 mensen pro deo geïnterviewd. En op een gegeven moment werd ik dat zat, weet je wel. Dan dacht ik van ja, daar mag echt wel eens wat tegenover staan. En daarom zei ik tegen jou, nou dan organiseer je maar een keer een barbecue. En dan,
Dus maar we gaan er wel uitkomen, denk ik. Tuurlijk. Maar ik heb toen ook gezegd, kom dan barbecue. Want ik zei eerst, neem je me nou in de zijk of wil jij komen barbecue? Want toen zei je van, ja nee, ik wil echt komen. Ik zei, nou prima, kom maar, neem je Nienke mee. En, ja, want jij zit toch ook in Arnhem daar? Ja, ik woon in Arnhem, ja. Ik spot jou altijd bij de Action. Dus. Echt? Heb je me laatst ook gezien? Nee, de laatste keer niet meer, nee. Oké, okay, misschien zaterdagavond ga ik 10 minuten reserveren bij de Action in Zuid. Kom je ook? Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, goed. Nee, joh, maar hartstikke goed. No worries. Ik ben ik kan er altijd wel met een glimlach naar kijken hoe dat ontstaat. Omdat er ook veel herkenning wel in zit. En dat komt ook door het stomme appen. Kijk, nu hoor je elkaar. Dat is al veel vloeiender dan dat stomme DM'en op Instagram, toch? Is ook helemaal waar. Dus op een gegeven moment kwamen we echt in de verwijtersfeer terecht. Het leek het al op een relatie uiteindelijk. Ja, het begint echt. Nou, we hebben nog een toekomst samen. Dat ons gesprek leek op een gesprek die ik ook met mijn schoonmoeder heb. Oh ja, ja, zo voel ik me soms ook wel een beetje. Maakt niet uit, joh. Hey, ik ga je eruit gooien, hè? Bedankt. Is goed, dankjewel, man. Dank yo, hoi. Hey, Bart. Zo, hè. Nee, dat was leuk dat we Bart even hadden. Nou, jij had het over onderwerpen. Ja, Paul, mijn darmen, dat is dan een beetje wat nu actueel is. Ik moet volgende week vrijdag weer terug naar de huisarts. Kijken wat het is. Misschien bloed prikken. Okay. Misschien, ze heeft het hier en daar geduwd. Het deed geen pijn. Dus, maar weet je waar ik eens benieuwd naar was? Bestaat, dat ga ik ook aan de huisarts vragen. Bestaat dat ze een slang in je kont stoppen en dat ze gewoon eens een keer je hele darmen doorspoelen? Dat alles wat zich ergens heeft, zeg maar in die jaren van alle chips eten, wat zich overal geduwd heeft, verstopt heeft. Bestaat, ja. Ja, hoe heet dat? Ja. Dat wil ik graag. Ja, hoe heet dat ook alweer? Patty Brad had dat toen in haar televisieprogramma. Ging ze dat helemaal promoten. Cleansing of zo? Nee, het heeft... Ah, hoe noem je dat nou? Ik moest zo lachen. Arno, die mijn management doet, die moest een... die had ook wat bloed in zijn ontlasting. Dus die moest ook dat er zo'n slang in je gaat. Ja, met een camera. En toen komt hij daar en hij denkt, ja, ik heb nog een zakelijk afspraakje na. Maar als ik nu een roesje krijg, wat ze altijd doen, ja, dan kan ik niet naar die afspraak. Ja. Dus hij zegt, ik doe het gewoon zonder verdoving. Oh. Nou, dan ben je echt dapper. Hè? Dus hij zegt, het was echt een lijdensweg. En toen had hij dat onderzoek klaar, had gelukkig niks. Dus hij loopt zo, oh fuck, dit deed echt pijn. Wordt hij opgebeld? Ja, sorry, de afspraak gaat. Oh, nee! Dat is echt... Sowieso, mensen die last minute iets afzeggen, daar heb ik ook wel een beetje een broertje dood aan, hoor. Ik bedoel, maar dat doe jij ook. Nee. Minder? Heel lang niet meer. Dat is waar. Vroeger, toen het me allemaal te veel werd. Maar tegenwoordig vind ik toch dat het echt... Ik bedoel, ook vanavond, ik 8 uur stipt, zat ik klaar. En, ja, maar ik, wat vind jij erger? Mensen die te laat komen of mensen die te vroeg komen? Ja, dat maakt me allemaal niks uit. Ik bedoel niet klaarkomen, hè, langskomen. Ja, nee, maar ik ben altijd gewoon bezig. Dus of het nu eerder of later is, maar dat maakt me echt nooit uit. Nee, ja, ik vind dat heel irritant. Wie is Dennis Kroon eigenlijk? Hallo? Ja. Ja, Dennis Kroon wil ook. Vraag je aan mij? Dennis Kroon wil ook meepraten. Nou, dan moet je hem toelaten. Ja, hoi Dennis, hoi. Hoi, goedenavond heren. Hoi. Patrick, yo. Dankjewel. Jij vraagt aan mij, wie is Dennis Kroon? Ja. En ik ken jou natuurlijk wel. En ja, dat jij mij kent, dat weet ik niet. Maar jij hebt mij toegevoegd aan dit gebeuren. Echt? Dank daarvoor. Heb ik je uitgenodigd of zo? Ik weet niet eens waar ik opgeduwd heb. Ja. Nee, maar toch bedankt. Want ja. Je hebt maar twee. Ook jij hebt mij 2 invites weggegeven. Althans, die had je. Oh. Bedankt daarvoor dus. Ja, nee. En waar zit jij nu? Ik zit op de bank in mijn woonplaats Dordrecht. Klinkt een beetje hol. Heb jij wel meubels? Ja, ik heb... ja. Nee, het is allemaal goed en prima aangekleed. Alleen de akoestiek hier... Daar kan wel wat verbetering gebruiken, hè? Ja, ik kan hem van de hoofdtelefoon afhalen. Misschien is... Nee, dat is het niet. Je klinkt zelf wel goed, alleen alsof je inderdaad... Nee, maar Patrick, in Dordrecht staan van die mooie grote huizen. Ik wandel daar altijd. Ja. En dat zal het zijn. Waar wandel je dan? Het is een groot herenhuis. Ja. En Dennis, wat doe jij zo voor de kost? Ja. Bij de post... ben ik werkzaam. Oh, cool. Ja, dat is leuk. Post. PostNL of? Ja, PostNL. Die hebben een goed jaar gedraaid, hè?
Nou, ik ga maandag beginnen. Nou ja, dan kunnen ze nog wel een goed jaar gedraaid hebben. Dat las ik op teletext. Nou, zeer zeker wel. PostNL zelf heeft goed gedraaid. En alle subcontractors, zeg maar, met alle respect, alle jongetjes in die witte busjes met heel veel schade erop, die zichzelf helemaal op Lazarus werken, ja. voor een peanut, zeg maar. Dat ga jij niet doen, toch? Die hebben... Nee, ik ga bij PostNL zelf werken. En dat betekent dat ik niet in een bus met schade ga rijden. En dat ik een cao heb en niet meer dan 140, 150 stops meekrijg. Bij een subcontractor is dat anders. Die rijden gewoon met rond de 200 stops de deur uit, ja, en zie ik maar te klaren. Maar die worden echt, dat had ik laatst gehoord, super onderbetaald. Hè? Het is echt belachelijk wat je per pakketje krijgt. Absoluut, absoluut. En die jongens die werken gewoon keihard. En net als het vaste personeel natuurlijk van PostNL. Alleen ja, daar is het toch, waar ik 140, 150 stops mee krijg, dan wordt er gezegd, ja, genoeg en rijden. En die andere, kijk maar hoe je het doet. Jij wil zelfstandiger zijn, dan ga je, kijk maar. Ja, want dus, mijn postbode, wat hij nu doet, die rent naar mijn deur, dan belt hij zo ting ding ding drie keer aan. En dan flikkert hij het pakketje gewoon voor de deur. En dan zit hij alweer in zijn auto. Dus dat doet dat open. Schandalig. Nou, zo gaat het dus. Ja, dat krijg je omdat die druk zo hoog is. En die werkdag die duurt nog steeds even kort, even lang. De klok haalt je ieder uur gewoon keihard in. Waarom ga je er werken dan, Dennis? Nee. Ja, ik heb het altijd gedaan voor UPS. Oké, je hebt ervaring. Het is 10 jaar geleden. Maar het is wat anders dan wat ik heb gedaan. Tot vorige week werkte ik voor een ander logistiek bedrijf. Mm-hmm. En daar reed ik echt, daar maakte ik 14, 13 uur op een dag. 900 à 700 kilometer door Nederland. En per dag? Ik heb zitten zoeken. Ja, ik heb zitten zoeken wanneer de slavernij is afgeschaft in Nederland. En dat heb ik zo. Nou, ik had een sollicitatie lopen bij PostNL. Ja, en als Dennis je ergens... Dennis, je houdt niet zo van opzichten, mij. Dus als ik het zat ben, dan ga ik wat anders zoeken. En ik wilde gelijk weg. Dus ja, ik heb alleen maar even een linkje gestuurd met dat YouTube... dat YouTube-linkje van afgeschaft in 1700 nog wat, door slavernij. Ja, ik zeg, wanneer kan ik weg? En hoe snel? Oh. Dus ik heb de bal bij hun gegooid, hun beet in die bal en gooide hem terug. Van, je mag gelijk weg. Ik zei, nou tof. Ik zeg, geen gouden handdruk. Op deze manier. Nee, joh, dat zou ik. Nee. Nee, dat was leuk geweest, toch? Gouden handdruk. Ik heb liever een schop onder je reet. Nee, iets nieuws van Apple of zo. Maar ja, dat heb ik. Het zat er even niet in. Maar goed. Nee. Hey, maar ik vind dit wel een apart iets. Wat? Ja, als je jou wil bereiken. Ik kan me altijd bellen, hoor. Mijn nummer staat gewoon op Google. Ja, echt? Oh, is dat zo? Ja, van die funphone, hè. Maar goed, vertel, hou het kort. Dat ken ik, ja. Nog één minuut. Ja, dat kan al niet meer, Patrick. Ik wil jou sowieso bedanken voor het toevoegen. Ja, dat was leuk. Oude hoerbox. Dit is zeg maar de ouderwetse babbelbox. Ja, zoals vroeger. Moest je een kwartje per minuut betalen. Ja. Of nog meer. Ja. Dus... Nee, maar dat weet ik daarvan. En Dennis, heel veel succes bij je nieuwe baan. Zoek je nog een vrouw of een vent? Nou, geen vent. Ik heb vrienden zat, maar een vriendin heb ik ook. Dus, en anders is er altijd nog Tinder, joh. Tinder of wat doe, of wat heb je nog meer? Happen. Ja, Paul is fan van Happen. Hè, Paul? Nee, het moest van jou. Ja. En daardoor heb ik mijn vriendin. Dus daardoor heeft hij Artini.nl leren kennen. Precies. Oké. Okay. Fijne avond. Nogmaals bedankt. Jij ook, Dennis. Groetjes daar, hè. En koop eens wat meubels. Hoi. Ja. Arme Dennis. Zou wat voor jou zijn, 14 uur werken, man. Nou, ik heb nog nooit een dag in mijn leven gewerkt. Ik ben het ook niet van plan. Ik zou nog eerder zelfmoord plegen. Ja, dat is echt verschrikkelijk werken. Dat moeten ze echt afschaffen, joh. Nee, werken, dat... Nee. Even kijken, heb jij nog onderwerpen?
Ik heb nog een boekentip. Oh. Ik zal hem even omhoog houden voor de mensen die dit op YouTube zien. Want ik neem dit ook op voor YouTube. Oh. Ja, leuk. Ik heb ook een cameraatje aangezet. De ervaring van het niet zelf. Een contemplatieve tocht van Bernadette Roberts. Nieuw net uit bij Samsara. De ervaring van het niet zelf. Ja. Ja. Nog niet gelezen. Kan weer op de stapel. Nee, ja, Samsara stuurt me ook allemaal boeken. En ik vind dat echt heel lief. Maar ja, niet de tijd. Hup, op Marktplaats. Robert Bridgman heeft ook zo'n boek geschreven. Super dik. Robert Bridgman, ja. Hoe heet dat boek? 1946 of zo. De 2044. Oh, ik ga het nog wel aan beginnen. Maar dan heb ik zoveel boeken gehad. Dat ik denk, ja. Nee, ik ken het. Nee, natuurlijk gaan we ze niet op Marktplaats zetten. Maar wat ik wel doe, ik maak soms een doosje met boeken. En die geef ik dan wel eens weg. Gewoon aan iemand. Ik denk, die doe ik er echt een plezier mee. Nou, misschien kunnen we... Nee, niet hè. Nee, laten we niet doen. Dat nu mensen hun naam kunnen zeggen. En dat ze dan een doos met boeken krijgen. Daar heb ik ook geen zin in. Nee, weet je waarom? Want dan moet jij dat weer op de post gaan doen. En dan krijgen we stress. Dat moeten we echt niet aan doen. Nee, alle verplichtingen het leven uit. Jij ging je 1000 cd's ooit weggeven. Dat weet ik ook nog. Hey, ik heb nog een paar kijktips. Oh. Voor mensen die Prime Video hebben. Dan moet ik natuurlijk wel met iets komen. Hey, ik heb een Netflix kijktip. Vertel. Een Russische serie. Russisch? Dan denk je, hè? Maar het is wel tof. Het heet Better Than Us. En het gaat erom dat ze robotten hebben die slimmer worden dan wij. Een beetje zoals iRobot-achtig. Ja. Maar best wel goed neergezet. Ik vond het wel heel interessant. Ook dat die robots emoties gaan simuleren en doen alsof ze bewustzijn hebben en zo. Maar ik vind het wel vermakelijk. 7.4 op IMDb. Hoe heet die? Better Than Us. Oké. Okay. Heb jij Bohemian Rhapsody gezien? Die Queen film? Ja. Wat vond je daarvan? Oh, dat vond ik waardig. Ja, best oké, hè? Ja. Nou, dat was het eigenlijk alweer. Ja. Ik ben wel gewoon... Goed... tips. Nou, ik ben wel fan van Prime Video. Wat die bijvoorbeeld doen, dat kost sowieso maar 2 of 3 euro in de maand. En ze hebben bijvoorbeeld ook een rubriek met titels die binnen 30 dagen verlopen. Nou, ik zag dat alle Lord of the Rings films tot 1 maart nog te kijken waren. Ik had die kleine natuurlijk bij me een week lang in verband met de voorjaarsvakantie. Dus we hebben gewoon Lord of the Rings marathon hebben we georganiseerd. Heb jij alle Lord of the Rings films gezien trouwens? Oeh, ja, dat weet ik niet. Oh, het gaat over een ring. Nee. Ja, ik vond hoop op voor een ring. Laat die ring, het is maar materie. Maar toch zijn er mensen die dan zeggen, die ring is het ego en de reis die je ziet om je ego te vernietigen, dat is de hele filmreeks Lord of the Rings. Ben je het daarmee eens, Paul? Moeten ze daar zoveel mensen voor dood maken? Blijkbaar. Alle Jantjes in je hoofd. Lees gewoon een onderwaald boek. Doe niet zo moeilijk. Ja. Je bent toch een boek aan het maken samen met Artini? Ja, en met Kees van Els. Dat is een senior coach. En dat gaat over een non-duaal coachen. Daar zijn we mee bezig. En dat je kunt coachen op de non-duale weg. Hè? Dus zien dat je het zijn bent, het bewustzijn. Als dat gezien wordt, dan lost van alles op. Alleen voor sommige mensen is dat nog een brug te ver. En dan kun je coachen in het doen. En dat is waar alle therapie en coaches vaak mee bezig zijn. Wat oefeningetjes en dingetjes. En wij zitten een beetje dat uiteen te spitten, zodat er wat duidelijkheid in komt. Oké. Okay. En ik ben met een nieuw boek bezig. Samen met Esther ten Hoven. En dat gaat over verslaving aan drank. Maar ook, je kunt het ook koppelen aan kopen en hoe je daarvan afkomt. Sowieso, dat is dus, dik aan tussen jou en Esther. Het boek gaat heten Morgen stop ik echt. Net als gisteren. Dat is wel een hele goede titel, ja. Die is leuk, toch? Je hebt toch altijd wel weer een neusje voor boeken waar behoefte aan is, Sam? Ja, maar dat doe ik niet. Zoiets komt gewoon op je pad. En dan voel je in je onderbuik van, hey, dit is iets waar ik energie van voel. En dan begin je gewoon. Dus, en dat vind ik ook leuk. En ik vind het ook leuk om met jonge, energieke mensen te werken. Die gewoon waar het vuur brandt, zeg maar. Ja, een beetje goede titel hebben. Om het bedrijfsleven natuurlijk allemaal van die uitgebluste 50'ers tegen die ik dan van de directeur nog moet aanzwengelen met een trainingtje. Maar dan denk ik, ja. Mensen willen alleen maar met pensioen, joh. Dus ik hou echt van mensen die
een passie hebben. Ja, ja, ja. Noem het maar passie. Ja, ik ga even Marleen erbij halen. We hebben eigenlijk nog maar 3,5 minuut, Marleen. Maar leuk hallo, dat je... Hoi, hallo. Wat kunnen we voor je doen? Wel, ik ben Marleen uit België. Ja. Oh, uit Vlaanderen. En ik heb al... Uit Vlaanderen, ja. Dus ik spreek een beetje met de Franseren. Nee, oh, dat is leuk. Ja. Prachtig. En ik ben eigenlijk benieuwd. Dus ik ben mij al sinds twee jaar echt aan het verdiepen in non-dualiteit. Ik volg ook cursus bij Vera Helleman bijvoorbeeld. Toch ook een leermeester, dualiteit enzovoort. En ik vraag mij af of jullie voetballiefhebbers zijn en of wielrenner. Liefhebbers. En als jullie dan bijvoorbeeld naar een voetbalmatch zien en dan die helden daar zien vechten, alsof het voor leven en dood gaat en al dat vele geld dat daarom draait. Ik hou van jullie humor. En dan vraag ik mij af, jullie zien natuurlijk het spelletje daar helemaal in. Maar hoe zien jullie zo naar de sportwereld? Omdat ik ben mama van 3 kinderen, waarvan 2 topsporters. En ik herken iets in een eerste fase van mijn leven. Dan heb ik een zware crash gekregen. En dan, toen is het perspectief helemaal veranderd. En ik kijk nu naar die sport van mijn kinderen vanuit een heel ander perspectief. En ik wil nu in de toekomst ook graag iets doen als sportouders daarin. Ik worstel om een programma, een betaald aanbod eigenlijk. Maar als ik nu naar jullie luister, dan krijg ik ineens zoiets van... Goh, Marleen, met humor en lachen, hoe serieus dat die ouders allemaal aan die zijlijn staan van die kleine voetballertjes enzovoort. Weet je wel? Ik zou jullie visie daar eens graag op horen. Nou, Paul, jij bent de meest sportieve van ons twee. Schiet je aan maar even af dan. Want het ontsiert een beetje, sport als middel en doel wisselen, het ontsiert een beetje het spelletje van sport, toch? Zo die ego's. Mm-hmm. Nou ja, kijk, op het moment dat je... Stel dat iemand totaal niet geïdentificeerd het voetbalveld op gaat en die zegt, ja, weet je, het maakt niet uit, winnen of verliezen, joh, het is allemaal maar een illusie. En we kunnen ook lekker ranja gaan drinken met z'n allen. Dus soms zie je dat ego juist super functioneel is om die drive te hebben, om echt te denken dat je leven ervan afhangt. En zeker jonge mensen hebben dat nog vaak wat meer. Mm-hmm. Dus ja, soms dient het ego ook wel de sport op die manier. Dus, en als je dan wat ouder wordt en je doorziet het, ja, dan ga je er heel anders naar kijken. Ja, maar hoe kunnen ouders, dus inderdaad, dus als je het doorziet, je zou het kunnen vergelijken. Als we een gezelschapsspel samen spelen en we gaan er voluit voor op leven en dood, maar het spel is gedaan. En dan weten we natuurlijk, het was een spelletje, uiteraard waren we niet zelf die... Maar als je het niet doorziet, heb ik toch opgemerkt dat het bij heel veel ouders en jonge kinderen voor zeer veel onnodig lijden zorgt. Ik heb identificatie zorgt per definitie voor lijden, omdat... dan de mentale kramp ontstaat en de projecties en de zelfafwijzing en de schuld en de angst. Dus, ja, dus het zou voor mij een heel mooi werk zijn om daar ergens iets in de sport te kunnen doen, omdat ik het wel doorzie. Maar waarom zou je dat willen, Marleen? Want heb jij er dan last van, die schreeuwende ouders? Of... Nee, ik heb gezien, ik heb het proces meegemaakt van het onnodig lijden toen ik het niet zag. En het zo serieus nam, omdat ik zelf heel erg geïdentificeerd... Sport was voor mij overleven, dat was heel belangrijk. Ja. En dan krijg ik nog, per ongeluk 3... Omdat ik met een atleet uiteindelijk getrouwd ben, krijg ik 3 talentvolle kinderen. En die identificatie is daarin doorgegaan. Dus ik heb eigenlijk die wijsheid nu gezien. En ik heb ook gezien... waardoor dat mijn kinderen daar eigenlijk heel erg vast in liepen en dat er blokkades waren en ik kon er niet de vinger op leggen. En nu, als ik mij daar ergens op een tennisterrein zet en ik zie al die toestanden van die kinderen en die ouders, dan denk ik van, oh jeetje, kan ik hier niet ergens iets van bewustwording in brengen en ergens iets mooi brengen in de sportwereld? Zo, een soort missie, een soort zielmissie. Nou, ik zie dat Alex wil wat zeggen. Misschien heeft hij wel de gouden oplossing voor je. Even kijken, ik haal Alex erbij. Nou, het is een beetje in de sportwereld, er zijn echt mensen die het wel doorzien. Hoor. Ook bijvoorbeeld Guus Hiddink, natuurlijk niet de minste coach. Ik mocht een keer 2 dagen met hem optrekken in Frankrijk. Dus ik heb die man alles gevraagd, van hoe kijk je ernaar? Maar die man leeft eigenlijk super non-duaal. En die zegt ook, ik wil dat mijn spelers zich inspannen.
maar wel net als een kind een zandkasteel bouwt. Het kind gaat 100% op in het bouwen van het zandkasteel, maar is totaal vrij van ruis. Dus het heeft geen projecties van, wordt dit wel een mooi zandkasteel en hoe lang zal het er zijn? Wat zullen andere mensen vinden? Ben ik wel goed genoeg? En hij zei, op die manier train ik mijn voetballers om ook op die manier met innerlijke rust op het veld te staan. Want dan gaan ze veel mooier voetballen. Ja, fantastisch hè. Ja. Maar ja. Dat gebeurt veel te weinig nog, toch? Hè? Ook nou, Guus Hiddink bellen dus. Er zijn nog wel wat stappen te zetten, ja. Maar goed, het zal gaan zoals het gaat. Jongens, we moeten gaan, want ik wil op de bank gaan liggen. Dus we hebben nog 5 minuten, Marleen. Marleen, groetjes in Vlaanderen. Joe, doei. Even naar Alex. Alex, kan jij een kunstje? Kan jij fluiten op je vingers? Ja, nou, eigenlijk niet. Maar ik kan wel een ander kunstje. Vertel. Nou ja, dat moeten we gespannen. Nee, ook hier. Nee, ik had wel een vraag aan Paul. Paul Smit, hè? Paul Smit, ja. En is per definitie de ego altijd slecht volgens jou? Nee, zeker niet. Het ego is een hele functionele tool. Want dankzij dat ego weet je dat jij bent. En op het moment dat ik zeg, hey Alex, heb jij een vraag bijvoorbeeld? Dan weet jouw systeem, ik ben Alex. Dus dat ego is 100% functioneel. En er is niks mis mee. Het enige is dat op het moment dat je denkt dat je het ego bent, dan begint vaak het mentale lijden. Want dan denk je van, zeg ik nu wel de juiste dingen? Wat zullen die mensen van me vinden? En kom ik wel goed over? En dan begint het gepieken, zeg maar. Maar het ego aan zich is gewoon het zelfbewustzijn in het brein. En dat is fantastisch dat we dat hebben. Dus in principe, als je het weet dat het er is, kan je het ook voor je gebruiken, zeg maar. Ja, dat doe je automatisch al. Dus de hele dag speel ik alsof ik Paul ben en lijkt het voor mij alsof ik kies dat ik koffie neem in plaats van thee. Maar ja, ik weet tegelijkertijd dat het allemaal simpelweg plaatsvindt. Dus je gaat dat ikje, zeg maar, minder serieus nemen. Dus je krijgt wat meer zelfspot en alle emoties en gedachten blijven veel minder lang kleven daardoor. Want ik gebruik het zelf af en toe ook voor gewoon, juist voor prestatie, zeg maar, melk ik eigenlijk dat ego uit vanuit, terwijl ik wel weet dat het mijn ego is. En zo bedoel je het ook een beetje, of niet? Tuurlijk, maar als speel ik met een vriend een potje FIFA, dan ga ik echt met 100% inzet erin. En dan doe ik ook alsof mijn leven ervan afhangt. Tegelijkertijd weet ik dat het niet zo is, maar het is niet dat ik nihilistisch een beetje spelletjes speel zonder moeite te doen. Dus het is juist leuk dat je ermee gaat spelen. Ja, dus je pakt het positieve ervan, het negatieve probeer je in ieder geval daarvan bewust van te zijn dat het iets is. Kijk, je kunt een hamer gebruiken om iets moois te maken of om iemands hersens in te slaan. En dat is met het ego precies hetzelfde. Mooi hoor. En zeker weten. Hoe lang heb jij erover gedaan om het een beetje makkelijk te kunnen sturen, zeg maar? Want ik merk wel dat als je bijvoorbeeld echt intens boos bent of dat er iets echt in strijd is met mijn moraal, dat ik dan automatisch in mijn ego schiet, zeg maar. Ja, kijk, dat jouw systeem in opstand komt. Ik had van de week, liep ik ook, en dan loopt iemand heel geforceerd vlak langs me. Die zocht gewoon, dan reageert mijn systeem ook. Dat is gewoon mijn reptiele brein die gewoon een vecht-vluchtreactie geeft. Dus ik zeg, hey gast, doe even normaal. Dus zo'n overlevingsmechanisme is gewoon deel van hoe jij bent. Het feit is dat als ik daarna 5 meter verder loop, zijn al die emoties die zijn weer gekalmeerd. Terwijl vroeger kon ik daar 4 dagen later me nog over opwinden. Is het matter geworden? Het wordt matter in dat opzicht. Alleen het leven aan zich wordt als voller ervaren, vind ik. Aha. Dus vroeger was ik altijd continu op zoek in die buitenwereld om me maar compleet te voelen. En dat is wel wennen, vind ik. Maar dat begint, dat komt tot rust, zeg maar. Mm-hmm. Ja, zijn we al verbonden, Alex? Dat gaat niet heel, heel snel of zo bij mij. Hoor. Want ik ben al in mijn 10e jaren begon ik hier al mee. Hè. Dus het is een ongoing process, zeg maar. Ik wou even vragen aan Alex of we al op LinkedIn verbonden zijn. Nee, volgens mij niet, Patrick. Ik ga je eventjes opzoeken en dan... Doe dat, want ik heb een hit op LinkedIn. Dat is echt grappig. Een of andere tekst over corona. Die is al 300.000 keer bekeken. 1000 keer gedeeld. En ik zou wel leuk vinden als we even kunnen verbinden daar. Want ik hang een beetje niet de ballonnenartiest, maar de clown uit op LinkedIn. En dat is mijn pleziertje van de dag.
Ik ga direct kijken zo. Dus, dat geldt ook voor de rest van de room. Maak me nieuwsgierig in ieder geval. Ja, nou, als mensen in de room zijn die ook willen verbinden op LinkedIn, doe het alsjeblieft. Maak mijn dag. Alex, bedankt voor nu. En dan doen we dit even naar de audience. En Paul, even een cijfer tussen de 5 en de 10. Wat vond je van dit experiment? Nou, meestal zeg je, we tillen hem nog naar 6. Maar ik vond het leuk. Ik vond ook de inbreng van mensen nou, leuk. Intelligente mensen, hè? Zelfs, nou, we hadden soms inhoudelijke dingen. Nee, ik geef het echt wel een 7,5. Ja, een lach en een traan. Maar je bent toch mee me eens dat... Eigenlijk zouden we dat nog eens een keer moeten proberen, inderdaad. Dat jij gewoon hier zat. Je had ook gewoon een microfoon voor je neus. En koptelefoon op. Ja, en dan je, met mensen. Volgende keer rijd ik naar Vinkerveen, ja, geloof ik. Want ik mis wel ook een beetje... We doen altijd een beetje voetje vrijen. Ja, een beetje zo. Jij zit meestal met je knie tegen mijn knie aan. En dan, ja, dat schept toch een band. En je moet je serie gaan kijken, man. Oh, je wil afronden, hè? Je bent er klaar mee, hè? Ja, jij zegt je moet 9:30 door. Nou ja, ik wil best nog 5 minuutjes. Met een, dan okay. Is hij een uur, dan is het mooi geweest. Even, zijn we niks vergeten? Ja. Ik heb alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Het is net alsof dan, ja. Dat je elkaar nog één keer ziet voordat je aan elkaar gaat. Ja, het is uitgesproken. Vind je het wel nog leuk de podcast doen? Of is het een moedje geworden voor je? Nee, helemaal niet. Maar we doen het ook niet zo vaak meer. Nou ja, om de twee weken... Vond ik wel heel leuk. Die ga ik nog eens terugluisteren trouwens. Dat heb ik ook, dat is de vorige. Of niet de vorige, maar die daarvoor. Ja. Dat heet Moeilijk Persoon Wandelend. Voor mensen die nog eens een keer willen horen hoe het klinkt. Als we niet op Clubhouse zitten. Voor de rest zijn er dus inderdaad 444 podcasts. Die je nog allemaal kan luisteren via metmayonaise.nl. Of er is een non-dualiteit app. Dat is misschien ook leuk om even te zeggen. Als je nou meer wil weten van non-dualiteit. Kijk dan de film Alles Over Niets. Er zijn ook heel veel interviews die op YouTube te vinden zijn over dit onderwerp. Paul, hoeveel boeken heb jij uit? Ik ben nu met nummer 12 en 13 bezig. Ja, veranderen voor luie mensen. Maar hoe heet dat boek met Aitja wat recent is uitgekomen? Is misschien ook leuk om even te zeggen. Dat is Veranderen voor luie mensen. Oh, gaat heel goed. Je doet het ook goed. Zal ik anders even met een mopje eindigen? Ja, met zo'n foute grap. Dat iedereen denkt, die kan eigenlijk niet meer. Maar dat je hem toch doet. Zo eng. Nou, wat wil je laten worden? Vraagt de juffrouw aan Jantje. Arts, kunstschilder of glazenwasser, zegt Jantje vol overtuiging. Zegt de juf, maar die beroepen zijn heel verschillend. Wat wil je dan het allerliefst? Dat kan me niet schelen, zegt Jantje, als ik maar blote vrouwen te zien krijg. Niet goed. Ik moet lachen omdat jij moet lachen. Ja, ja. Maar gisteren was het Nationale Complimentendag. Heb je daar nog wat van meegekregen? Nee. Ik had nog wel een paar leuke complimenten. Luister. Wat zit je haar leuk? Ben je op de brommer? Of wat ruik je lekker? Heb je vis gesneden? Dat is ook een mooi compliment. Of zo, jij bent gezond bezig. Of is dat geen spinazie tussen je tanden? Ja. Of echt PK, hoor. Wat een mooi gebit. Is dat er ook in het wit? Nou, dat zijn allemaal van die complimentjes die je gewoon een keer kan uitdelen op Nationale Complimentendag. De room loopt leeg. Dat lijkt me echt erg. Ja, maar je moet op. Anders zit hij hier alleen nog maar met Ismael. Nee, maar jij staat nog wel eens... Jij bent cabaretier, dus jij weet hoe dat is. Hoe erg is het eigenlijk als je een grap vertelt die niet valt op een podium? Daar ben ik dan nog wel even benieuwd naar. Nou ja, dat is... Kijk, in het begin van je carrière heb je nog geen flauw idee hoe je daarmee om moet gaan. Dat is echt... Alsof je dan die grap maakt en dat je zo krekels hoort. Zo... en dan... Ja, het is echt killing. Maar dat is vaak gebeurd, kan ik je zeggen. Ja, die gaat kapot dan, hè? Ja, en daar leer je op een gegeven moment technieken voor hoe je daarmee omgaat. Nu gebeurt dat niet meer. Maar wat je bijvoorbeeld Jan Dino, die natuurlijk helemaal niet zo grappig is, die kan daar nog niet mee omgaan. Dus die maakt een slechte grap, wat hij gewoon standaard doet. Net zoals die van mij. Maakt hij grap en zegt, wat? En dan schreeuwt hij eroverheen. En dat is wat meerdere cabaretiers. En dat is een soort trucje waardoor het lijkt alsof het grappig is, maar het niet is, technisch gezien. Dan krijgt het publiek de schuld dat ze niet lachen. Ja, dan is het, maar het geeft toch veel energie. Ja, maar je kunt misschien gewoon beter een goede grap maken. Ja, absoluut.
Nou, we komen elkaar wel weer tegen op LinkedIn of Instagram of waar dan ook. Wat is, misschien nog even een pluggetje, want je gaat toch nog drie Zoom-sessies doen waar mensen tickets voor kunnen kopen. April. Ja. Mondialiteit en neurowetenschap. Neuroimpact.nl. En mondialiteit.nu? Daar staat hij ook volgens mij. Ja. En waar gaat het over, even kort nog? Non-dualiteit en ook belicht vanuit neurowetenschap en een beetje kwantumfysica, dat soort dingen waar je dan mee bezighoudt. En dat is nog plaats en dat heeft dan veel meer inhoud dan deze al afgelopen kleine twee uurtjes, toch? Dit heeft natuurlijk superveel inhoud ook, maar dat andere is iets anders, ja. Wordt er wel gelachen of ben je alleen? Nee, ik ben alleen, maar ik probeer soms wel een grapje te maken. Ja, dat kan jij wel. Ja. Ja. Nou, groetjes aan Artini, hè? Doe ik. Ik ga naar beneden. Is goed. Doorgeven. Jongens, bedankt voor het luisteren. Oh, arme Sven en arme Annemarie, die komen net binnen als luisteraar. Nou, het is afgelopen. Maar het goede nieuws is, als je net binnenkomt, deze twee gesprekken komen dus online als podcast bij Praten over Bewustzijn en Filosofie met Mayonaise. En iedereen ook bedankt voor de deelname en het luisteren. En we komen elkaar vanzelf weer tegen ergens, toch? Yes. Oké. Okay. Later. Doei. Doei. Maar hoe eend je een room eigenlijk? Even kijken. Hierop duwen. Ik weet het niet. Ik ga het proberen, hè? 3, 2, 1. Are you sure? Ja. Oh, wat haal ik dat als apparaten gewoon niet doen wat je wil. Ja, ik heb toch niet voor niks op end room geduwd. Are you sure? Esther Dekker, leuk dat je er bent. Nu stoppen we echt. Hoort u me nog? Nee, dat was het.